Hoofdstuk 9 Drinkje was een schat. Een vrouw voor wie geen moeite te veel was. Ze draaide haar gezin en deed ernaast het hotel. En alles met een lach. Ze waren met de vrouw, die zich net had voorgesteld als Ankie Wijfels, op het terras gaan zitten van een broodjeszaak, verderop in de straat. Het was aangenaam weer. Er stond weinig wind en er scheen een zwak zonnetje. Ze was mijn beste vriendin. Kwam ze uit deze buurt? Nee, oh nee, de vrouw glimlachte bij de herinnering. Ze kwam uit Friesland. Ze wist van toeten nog blazen. Ik ontmoette haar bij het café waar ik werkte en zij een baantje zocht. Daar is uiteindelijk ook Heintje tegengekomen. Die twee, die leken voor elkaar gemaakt. Hij was een zorgeloze vliegenfluiter die met een hotel was opgescheept dat zijn moeder hem had nagelaten. De bestelde koffie werd gebracht door de eigenaar van het zaakje. Die van de gelegenheid gebruik maakte om een meter verderop, op zijn eigen terras, een sigaret op te steken. En zij, ja, zij was de praktische meid die nergens een probleem in zag. Dankzij haar zijn ze gaan verbouwen, heeft ze van het verlopen logement een goedlopend hotel gemaakt. Zij heeft ook de naam de nieuwe heren verzonnen. Ach, ze was er zo trots op, ze deed twee zoetjes in haar koffie. Haar dood was een enorme klap, en niet alleen voor het gezin. Ik ben er ook een jaar beroerd van geweest. Hein was helemaal van de wereld. Die was een anker kwijt. Die sloeg helemaal los. En dan de kinderen. Aljen en Maike. Zo erg. Ze staarde met een treurige blik over haar koffiekopje terwijl ze voorzichtig een slok nam. Kon u voor wat troost zorgen? vroeg Fledder, die vond dat het verhaal wel wat meer tempo mocht hebben. Ja, ik deed wat ik kon. Voor die kinderen ook. En het hotel. Heintje deed er niets meer aan. Ik heb geprobeerd om hem op de rails te houden. En, nou ja, van het een kwam het ander. Ze gaf de kok een schalkse blik, maar veel vreugde sprak er niet uit. U kreeg een verhouding met hem. Ach, het ging vanzelf. En ik weet zeker dat Rinkje het ermee eens zou zijn geweest. Dat ze het zo zo hebben gewild. Ze zei het alsof ze niet alleen de kok, maar ook zichzelf moest overtuigen. Woont u samen? Nee. Nee, dat vond hij eerst niet gepast in verband met de kinderen. En later was het eigenlijk wel een prima oplossing dat hij zijn huis aanhield. Hein was meestal bij mij en Arjen maakte gebruik van de etage aan de Lindengracht. Het is voor kinderen in Amsterdam tegenwoordig onmogelijk om een huisje te huren. De hele buurt hier wordt opgekocht door van die gasten met poen. Ze trok een misprijzend gezicht en dronk nog eens van haar koffie. En zijn dochter, Maike, die. Uh, hoe zal ik het zeggen? Die heeft eigenlijk nooit echt geaccepteerd dat haar moeder is overleden. Ze is al vroeg het huis uitgegaan. U hield mee in het hotel. Ze lachte. Ik deed het hotel, net als Rinkje. Hein speelde de eigenaar, maar om nou te zeggen dat hij er druk mee was? Nee. Ik deed het grootste deel van de administratie en zorgde dat de kamers klaar waren als er nieuwe gasten kwamen. Ah, u werkte met Ilse. Ze keek verrast op. Soms. Als het druk was, dan huurden we haar in, arme kind. Onbegrijpelijk dat ze uit het raam is gevallen. Gewoon niet te bevatten. Weet u waarom ze in het hotel was op de dag van haar dood? Het koffiekopje was op de terugweg naar het schoteltje, maar bleef halverwege in de lucht hangen, terwijl Ankie de kok met een vragende blik aankeek. Ik weet het werkelijk niet. Ik zelf was er niet. Ik heb die ochtend nog een paar kamers verschoond en toen ben ik weer weggegaan. Er is deze week niet heel veel te doen in het hotel. Dat begint pas over een paar weken weer. Tenminste, als. ze stokte. Als. wat? wilde de kok weten. Als het hotel open blijft. hangt er vanaf wat de kinderen willen. Maar ja. Ze nam het laatste stokje uit haar kopje. Eerst Heimer is begraven. Ze probeerde mond te klinken. maar haar ogen vulden zich weer met tranen. Mevrouw Wijfels. Had Hein vijanden? Heftige ruzie met iemand? Ankie Wijfels snoot haar neus in een papieren zakdoekje. Ach dan nee. Hein was een grote brombeer en hij vond overal wat van, zoals elke Amsterdammer. Maar hij deed geen vlieg kwaad, echt geen vlieg. Waarom heb je het haar niet gevraagd? Wat? Fledder zette de Volkswagen op de handrem en zakte onderuit. Voor hem op de gracht stond een bestelauto uit te laden. Nou, van die Thaise, met wie hij zou gaan trouwen. Waarom heb jij het niet gevraagd? Omdat ik dacht dat jij het zou vragen. Het leek me beter van niets. Nog niets. We hebben immers alleen zijn woord. En een foto. De kok dacht aan het fotolijstje dat hij naast het bureau had zien liggen. Ja. Ja, wat net zo goed een uitgeknipt plaatje kan zijn geweest. Ik wil eerst meer zekerheid voor we die vrouw een illusie ontnemen. Zij heeft wel een ander beeld van Heindewij. De kok keek zijn chauffeur van opzij aan. Oh ja, ja, dat vond ik wel, vanuit wat ze zei. De kok zakte onderuit en schoof het hoedje over zijn ogen. Uit wat ze zei, ja, sprak hij raadselachtig. Maak je me wakker als we bij het bureau zijn. Vladder had nog tien minuten achter de bestelauto staan wachten en later op de gracht nog een openthoud van een kwartier gehad zodat hij niet zonder reden verklaarde dat ze in het vervolg beter konden gaan lopen. Helikopters zijn de toekomst, wist Keizer te melden. Maar erg serieus werd hij niet genomen. Waar landen die dan als je in de herenstaat moet zijn? Nou, op speciale platforms die in de grachten worden gelegd. Ja, en daar varen de rondvaartboten dan zeker omheen. Keizer maakte een wegwerpgebaar. Zo maak je overal een probleem van. Jij zou eens moeten leren ruimer te denken. Out of the box, weet je wel? Heb je al iets gevonden over de ruzie tussen Koyman en die Engelsman? vroeg de kok om bij de zaak te blijven. Uh, het enige wat ik heb kunnen vinden is dat Andy Briggs werd beschuldigd van brandstichting door Kooyman. Maar dat is verder niks geworden. Brandstichting? Wanneer was dat? Twee jaar geleden. De kok tuitte zijn lippen en stak zijn handen in zijn broekzak. Dat moesten we hem dan maar eens gaan vragen. Fledder liet zich moedeloos voorover op zijn bureau vallen kan ik weer terug over die grachten. De kok grinnikte. Je hebt gelijk. Dat is geen doen. Ik ga wel lopen. Gaan jullie maar naar huis. Het was een kort nachtje en er gebeurt nu toch niks meer. Weet ik het zeker? De kok knikte en zette zijn hoedje op zijn hoofd. Fletter sprong energiek op en trok zijn leren jasje aan. Dan ga ik eerst nog even langs het ziekenhuis, want wie weet is er goed bericht. Zijn oudere collega knikte goedkeurend. Maar hij had er een hard hoofd in. Hou me op de hoogte. Boutique Hotel stond er op het gevelplaatje naast de monumentale deur van het ABC-hotel. De kok vroeg zich af wat dat betekende. Hij stapte naar binnen en kwam in een smaakvol ingerichte ruimte waar zich achterin de receptie bevond. Waar de lobby van de nieuwe heren voornamelijk functioneel was ingericht, had de eigenaar van het ABC-hotel zijn best gedaan de gasten te ontvangen in een omgeving die recht deed aan het historisch Amsterdam. Terwijl de inrichting toch hedendaags aandeed, vooral vanwege het kleurgebruik. En die Briggs had smaak, zag de kok. De jeugdige receptioniste was in gesprek met twee Italiaanse toeristen. En dus maakte de grijze regisseur van de gelegenheid gebruik om de ingelijste foto's van het oude Amsterdam te bekijken die links aan de muur hingen. Het waren foto's van de wijnkoperij die oorspronkelijk in het pand had gezeten, grofkorrelige zwart wit van vaten met wijn. Die via een trekschuit in de gracht werden aangevoerd en naar de kelder van het pand werden gerold. Een eind terug in de tijd. En toch nog zo kort geleden, dacht de kok melancholisch. Can I help you? De receptioniste was blijkbaar klaar met de Italiaanse gasten en keek hem met haar grote bruine ogen verwachtingsvol aan. Hij nam zijn hoedje af en kwam dichterbij. Mijn naam is de kok. Ik ben van de recherche Amsterdam. Heintje. Ze zei het met een onvervalste Amsterdamse tongval. die de beschaafde toon van daarnet deed vergeten. De kok schot in de lach. hoewel hij zich realiseerde dat dat niet erg gepast was. Sorry. Overhoop gestoken, hoorde ik? De jonge vrouw keek hem aan met ogen die bedelden om informatie. Van wie hoorde u dat? Ze wuifde met haar hand alsof ze een vlieg wegjoeg. Van wie niet? Het is net een dorp hier. Weet u al iets meer? Ze legde haar verzoek om informatie nu openlijk op tafel. Hij vond haar oprechte onbeschaamdheid vermakelijk, maar liet het natuurlijk niet blijken. Het onderzoek is net opgestart. En u wilt Andy spreken? Inderdaad. No, 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 der. Ze keek over zijn schouder naar de deur achter hem en gebaarde ongeduldig met haar hand. Hij draaide zich om en zag de Italiaan van Annette met een koffer binnenkomen die hij blijkbaar uit de auto had gehaald. De elevator is dead, thank you! Ik zal even melden dat u er bent, ging ze in één adem door. Je baas, uh, Andy en Hein, uh, hadden ruzie. Oh ja? De kok glimlachte haar bemoedigend toe. Het is hier net een dorp. De receptioniste had de horen van de telefoon al opgenomen, maar legde hem weer terug. Het zijn allemaal niet mijn zaken, maar eerlijk is eerlijk, ze konden elkaar niet luchten of zien. Andy had echt een hekel aan Hein. En vice versa, zou ik maar zeggen. Weet je ook waarom? Ze lagen elkaar niet. Maar waarom niet? Is er iets tussen hen voorgevallen? Ze overwoog even wat ze aan de vriendelijke rechercheur aan de andere kant van de balie kwijt kon. Boosde toen voorover en dempte haar stem. Het begon eigenlijk. Choice! In de deuropening naast de receptie stond de kleine Engelsman met het glimmende hoofd. Would you mind minding your own business? Meneer de Kok, u komt zeker voor mij. Eh. Uh, eh, inderdaad. Follow me. De kok gaf de receptionist een knipoog en volgde Briggs naar een kamer die al net zo smaakvol was ingericht als de ruimte voor de receptie. En ook hier hingen wat foto's aan de muur, al leken die wat meer persoonlijk. Een oudere vrouw met een man voor een Engels hotel. De vrouw leek als twee druppels water op Andy Briggs. En wat foto's van Briggs zelf met een hond. Mag ik u een compliment geven voor uw hotel? Als de kamers boven net zo fraai zijn als deze, dan bof uw gasten maar. Ach, wij proberen ze net wat meer te geven dan onderdak alleen. Het verblijf hier moet een onderdeel zijn van de belevenis die een bezoek aan onze mooie stad behoort te zijn. Dat is mijn filosofie. Hij zei het niet zonder trots. Maar u komt niet van hier. Bingo! <laughs> Hij lachte. Ik ben geboren in de UK, Brighton, om precies te zijn. Maar ik heb mijn hart verpand aan Amsterdam. Dat is nu ook mijn stad. Mijn ouders hebben een groot hotel aan Brighton Beach, vlakbij de pier. Bent u bekend met de pier van Brighton? Helaas, uh, nee. Oh, wees blij. <laughs> Vreselijk. Anyway, zij hebben mij geholpen om van dit pand mijn gedroomde stadshotel te maken. Gaat u zitten. De kok nam plaats in een geriefelijke fauteuil onder het raam, dat een riant uitzicht bood over de keizersgracht, waar de zon aangenaam licht door het groene loof van de bomen scheen. Andy Briggs nam een kristallen whiskycaraf op van een zilveren blad dat op een bijzettafeltje stond en zong zich een bodempje in. Het kwam op de kok over als een tafereel uit een Britse serie. Jullie noemen dit uh, de vrijdagmiddagborrel. Hij hield zijn glas op. Kan ik u verleiden? Nee, dank u. Ik heb nog dienst. Jammer. Dit is een heel goede whisky. Millstone, 12 years old. Hij nam genietend een slokje en de kok kon een licht gevoel van jaloezie niet onderdrukken. Briggs nam tegenover hem plaats en legde zijn voeten op een voetenbankje dat voor de stoel stond. De elegant geklede Engelsman, met het gladgeschoren glimmende hoofd en de verzorgde nagels, vormde een perfecte eenheid met het decor dat hij om zich heen had geschapen. U komt vanwege Hein, de ongelukkige. Hij is gisteravond omgebracht in het kantoortje van zijn hotel. Ja, dat hoorde ik. Geruchten gaan hier snel, zoals u al van Joyce hebt begrepen. Zijn mond stond in een constante lachstand, waardoor alles wat hij zei een ironische ondertoon kreeg. U was een concurrent van hem. Oh, zeker. Hij haalde zijn voeten van het bankje en ging rechter in zijn stoel zitten. En daarom heb ik hem vermoord. Hoofdstuk 10. Briggs barstte in lachen uit. Sorry, old chap. Wij Britten hebben een nogal vreemd gevoel voor humor. De man veegde de tranen uit zijn ogen. Maar de kok kon er niet om lachen. U had ruzie met hem. Ach, iedereen had ruzie met hem. Maar ik spreek met u. Het voorkomen van de Engelsman was piekfijn verzorgd, net als de omgeving waarin ze zich bevonden, maar het had ook iets glats en onechts. Achter de glimlach vermoedde de kok nog een andere wereld. Van de doden niets dan goeds. Dat zeggen jullie toch? Nou, bij deze. Maar Hein Kooiman was echt een lausie etterbak. Hij dronk zijn glas leeg en stond op om zich een nieuwe whisky in te schenken. Daar was nou geen normaal gesprek mee te voeren. En het is waar. Hij en ik hadden een fete. En waar ging die over? Ze vragen me af. Briggs wees om zich heen. U ziet mijn hotel. Daar heb ik veel tijd, veel moeite en ook heel veel geld ingestoken. En dat loopt als een trein. Er is heel veel behoefte aan een concept zoals wij het hanteren. Toen vijf jaar geleden Rinkje overleed... Rinkje, de vrouw van Hijn, de vrouw die hij niet verdiende. Wat een engel was dat, schat van een meid, stond altijd klaar voor iedereen, maar moest helaas ook de hele dag klaarstaan voor die klaploper die geen hand uitstak. Het hotel was van hem, meen ik, een slavendrijver, dat was hij. Maar goed, dat arme mens ging dood en Hein liet het hotel verslonsen. Hier gingen de zaken boven verwachting goed, dus ik had al oog op zijn pand. Zijn hotel zit op de hoek van de Herenstraat en wij zitten er meteen naast op de gracht. Dat zou een geweldige oplossing zijn geweest. Maar hij wilde niet verkopen. Zijn goed recht? dacht ik. Oh zeker. Maar ik had hem in vertrouwen genomen en gezegd dat ik dan in de achtertuin wilde uitbouwen. Maar die tuin grenst aan de zijne. En toen heeft hij alle middelen ingezet om dat tegen te houden. Hij heeft het stadhuis platgelopen. Het werd echt heel onaangenaam. Briggs had tijdens zijn verhaal door de kamer lopen ijsberen, maar ging nu weer zitten tot oplutting van de kok. Procedures bij de gemeente, de erfscheidingen aangepast. Hij heeft een schutting geplaatst waar die nooit had mogen staan. Allemaal ellende, meneer. En toen brak er brand bij hem uit. Briggs schoot als door een wesp gestoken omhoog. Die zaak is geseponeerd. De kok trok een onschuldig gezicht. Ik heb het niet over een zaak gehad, meneer Briggs. Ik constateerde slechts een feit. Hij insinueerde dat ik die fik had aangestoken, maar hij had zelf zijn brandveiligheid niet op orde. Dat is levensgevaarlijk. En niet alleen voor zijn gasten, maar ook voor die van mij, de hotelgasten van het belendende pand. Heeft hij de brandveiligheid daarna aangepast? Hij moest wel. Er trok een triomfantelijke grijns op zijn gezicht, anders hadden ze zijn hotel gesloten. Dan mag de gemeenschap, degene die de brand heeft aangestoken, wel dankbaar zijn. Vindt u niet? Het is niet zeker dat de brand was aangestoken, zei Briggs onwillig. Jawel, jawel, dat heb ik nagekeken in het dossier. Dat was niet helemaal waar. Hij had het dossier zelf niet onder ogen gehad. Maar hij was benieuwd naar de reactie van Briggs. Het was bekend dat de brand was aangestoken, maar niet door wie. Nou, niet door mij, niet door mij. Zij er nogmaals driftig en met nadruk. Hij stond weer op om zijn lege glas opnieuw bij te vullen. Het vriendelijke, gladgeschoren gezicht had inmiddels een verbeterde trek gekregen. Toen kwam Anki en die hielp hem weer uit de problemen. Niet dat hij daardoor een beter mens werd, dat niet. Hij was een treiterkop en zat mij dwars waar hij maar kon. Misschien ging het niet om u, maar om het behoud van zijn hotel. Briggs wuift met weg. Geloof het maar niet. Geloof me, hij wilde er juist vanaf. De kok keek op. Van zijn hotel? Ja, en op korte termijn. Hij wilde zijn hotel verkopen aan iedereen die de prijs wilde betalen. Behalve aan mij. De roodharige Theo liep met een van nature toch al lang gezicht te slepen met koffers. Mag ik mijn koffer even hier neerzetten? Vragen ze dan. Tuurlijk, zet daar maar Maar liever niet voor een open deur. Tja. En dan kom ik je ook nog lastig vallen, viel de kok hem goedmoedig bij. Blij dat ik dit weekend geen dienst heb. Hij liep om de balie heen en nam zijn plaatsje heen. Waarmee kan ik u verdiend zijn? Hij liet de vraag vergezeld gaan van een onechte glimlach. Ik zou graag willen weten tot hoe laat je gisteravond dienst had. Zes uur. Maar het hotel is tot acht uur open. Normaal gesproken wordt mijn plek de laatste twee uur ingenomen door Ankie of door Hein zelf. En soms Arjen, als hij niet achter die meid aan zat. Welke meid? Ilse? Hij haalde haar op met zijn scooter als hij hier moest werken. En als ze het vroeg, bracht hij er ook weer terug. Maar hij kreeg geen poot aan de grond bij haar. Hij grinnikte. Niet zolang hij niet zat, natuurlijk. Nee, nee. Dus je had gisteren tot zes uur dienst. En wie nam het toen van je over? Hein. Zijn ogen, die iets te dicht bij elkaar stonden, namen de kok nauwlettend op. Is hem dat fataal geworden? De kok antwoordde niet op de vraag. Hein was hier al toen jij wegging? Theo knikte bevestigend. Hij was hier al de hele middag in zijn kantoortje. Had een boel te regelen, zei hij. Weet je ook wat? Theo keek weg. Zijn mijn zaken niet? De kok zweeg. Hij vermoedde dat de receptionist meer op zijn lever had, maar niet zeker wist of hij daar wel mee voor de dag kon komen. En hij wist dat zwijgen de beste manier was om de man aan het praten te krijgen. Nou ja, er was veel gedoe de laatste tijd, zei Theo uiteindelijk. Gedoe? Ruzie over dit en over dat? Waarover precies? Theo overwoog het antwoord en haalde uiteindelijk zijn schouders op. Ik doe mijn oortjes in. Ik luister liever naar muziek. Met wie had hij ruzie? Met iedereen? Met Ankie, met Arjen? En als je het echt niet naar zijn zin had, probeerde hij mij ook op de kast te jagen. En Andy Briggs? Probeerde de kok van het ABC? Dat was bijna elke dag raak, zeker de laatste dagen. Gisteren ook? Theo keek hem weer onderzoekend aan, alsof hij op zijn gezicht wilde lezen waar de vraag toe diende. Maar de kok had in de loop der jaren een blanco gezichtsuitdrukking ontwikkeld waar een geoefend pokerspeler trots op zou zijn geweest. Ik was gisteren om zes uur weg, maar ik kwam een half uur later terug omdat ik mijn oortjes was vergeten. Toen hoorde ik Andy schelden in het kantoortje van Hein. Om half zeven, zoiets. En waar ging dat over? Geen idee. Ik hoorde ze schreeuwen en ik ben zo snel mogelijk weer weggegaan. Zou hij het gedaan hebben? Wat? Vroeg de kok onschuldig. Hein? Overhoop gestoken? Wat denk jij? Hij overwoog het antwoord, maar besloot weer door een schouder ophalen omdat hij toch in de buurt was, besloot de kok langs te gaan bij het huis van Kooiman aan de Lindengracht, in de hoop dat zijn zoon thuis was. Hij had een eenzijdig beeld van de dode man, een fysiek grove figuur, die zijn eigen gang ging en zich weinig aan anderen gelegen liet liggen. Er moest meer zijn en hij was nieuwsgierig naar het huis waar hij had gewoond. Zo'n omgeving vertelde doorgaans meer over de mens achter de façade. Theo had het huisnummer voor hem opgezocht en toen de kok voor de deur stond, werd er open gedaan. Voor hij kon aanbellen. In de deuropening stond Arjen, die aan de helm in zijn hand te zien op het punt stond om weg te gaan. Meneer de Kok. Hé, hey, je weet mijn naam nog. Ik wilde net weggaan. Hij wees op de scooter die voor het raam geparkeerd stond. Belangrijke afspraak? Ik wilde graag nog wat vragen. Arjen aarzelde, maar ging hem toen voor naar de smalle trap die leidde naar de eerste etage. De kamer was verrassend ruim en licht. De Kok vermoedde. Dat het huis niet lang geleden was gerenoveerd, zoals de hele Jordaan, en was aangepast aan de gemakken van de huidige tijd. De inrichting was licht en modern. Op het strakke dressoir stond een grote foto van een vrouw in wie de kok de moeder van Arjen vermoedde. Is dat je moeder? De jongen zuchtte. Pa vond de foto te groot. Het deed hem denken naar dood. De kok kon zich iets bij voorstellen. Dan haalde hij hem weg. Maar. Ik zette hem steeds weer terug. Hij lachte moedig. Naast de grote foto stonden een aantal kleinere foto's in lijstjes, waarvan sommige in zwart-wit. De kok wees op een vrouw in klederdracht. Was dat je grootmoeder? Ik heb haar nooit gekend. Ze ging dood toen mijn moeder nog jong was. Mijn moeder is later vanuit Friesland naar Amsterdam gekomen. En hier heeft ze je vader ontmoet. De jongen draaide ze naar het raam. En nu zijn ze allebei dood. Wanneer heb je je vader voor het laatst gezien? Gisteren. Hij had hier geslapen, dus we hebben samen ontbeten. Sliep je ook weer dus ergens anders? De kok vroeg naar de bekende weg. Meestal was hij bij Anki, maar de laatste tijd was hij weer wat vaker thuis. Oh, hadden ze een ruzie? Aljen maakte zich los van het raam en liep de kamer in. Ach, daar bemoed ik me niet mee. Mijn vader kon opvliegend zijn. Hun zaken. En wat zijn jouw zaken? Arjen keek de rechercheur vragend aan. Ik bedoel, wat doe je voor de kost? Oh, op die manier. Ik uh, ben nog aan het uitzoeken wat ik echt wil. Ik help mee in het hotel natuurlijk. Soms los ik Theo af. Of draai ik een weekenddienst. Dat soort dingen. Dus dan heb je ook Ilse goed gekend. Ilse? Je haalde haar wel eens op met je scooter. Ja. Ja, ja, haar fiets was gejat. Elke fiets wordt gejat. Dus dat geen zin om een nieuwe te kopen. Ik zei: Ik haal je gewoon wel op. Als ze kwam werken in het hotel. Ja. Leuk meisje. Ja. De kok liet met opzet een stilte vallen, maar de jongen had er blijkbaar niets aan toe te voegen. Ik moet gaan. Wist jij dat je vader het hotel wilde verkopen? De jongen aarzelde net iets te lang. Nee, niet? Nee, nee, daar heeft hij het met mij niet over gehad. Nee, nee. Hij keek Arjen vriendelijk aan, maar de jongen keek van hem weg. Ik moet nu echt weg hoor, ik, ik, heb, ik heb een afspraak. Met wie? Het was een impertinente vraag. En de jongen draaide zich dan ook verbaasd om. Met mijn zuster? Waarom? Omdat ik die ook graag zou willen spreken. Hij groef in de binnenzak van zijn jas en haalde een kaartje tevoorschijn. Het zou fijn zijn als ze mij zou willen bellen. Zoek je iets? De kok schadelde door zijn huis en zocht inderdaad iets. Die plastic tas met kleren van Ilse, je weet wel. De vrouw die uit het raam gevallen is. Die moet terug naar de familie. Het lichaam van hun dochter is vrijgegeven door het OM en ze halen haar maandag op. Mevrouw de kok keek op van haar boek. Verschrikkelijk toch voor die ouders. Dat je je eigen dochter moet begraven. Ze wees naar een stapeltje kleren op tafel. Die kleren liggen hier. Ik heb ze even gewassen en gestreken, anders was het zo naar gezet voor de mensen. Hij glimlachte. Je bent te goed voor deze wereld. Zijn vrouw hield de lof van haar man bescheiden af. Was een kleine moeite. Ik moet niet vergeten ze mee te nemen. Hij nam de klant van tafel en installeerde zich in zijn stoel. Zit er een beetje schot in de zaak? vroeg zijn vrouw, belangstellend. De kok antwoordde niet meteen. Hij tuitte zijn lippen en keek voor zich uit. Dat weet ik eigenlijk niet. Het is een vreemde zaak. Nou, het zal eens niet. Eerst valt er een vrouw zonder aanwijzbare reden uit het raam van een hotel en dan wordt de eigenaar omgebracht. Er is op het eerste gezicht niets gestolen, dus het zou een uit de hand gelopen ruzie kunnen zijn geweest. Maar met wie? Wie had er. Hier stokte hij, terwijl hij ingespannen naar een denkbeeldig punt in de ruimte tuurde. En zo in gedachten was verzonken dat hij niet merkte dat zijn telefoon ging. Jurre, je telefoon. Hij schrok op, klopte op zijn zakken, maar vond hem uiteindelijk onder de krant op het bijzettafeltje. De kok. Het was Dick Vledder. Hij klonk gehaast en kort af. Ik bel jou over Lottie. Hoofdstuk 11. Het was goed nieuws. De situatie van Lottie was dusdanig verbeterd dat de artsen hadden besloten om haar langzaam uit haar kunstmatige coma te halen. Er was een last van de schouders van de kok gevallen en de zwaarte, die al dagen omheen hing, leek verdwenen. Hij had meteen naar het ziekenhuis gewild, maar Lottie mocht nog geen bezoek ontvangen. Ze was nog veel te zwak, al was het grootste gevaar volgens de heren Medici nu wel geweken. Hij had zich geen beter bericht kunnen indenken om deze verwarrende week mee af te sluiten. Het weekend had verder geen nieuws gebracht, al had Fledder elke dag telefonisch verslag gedaan van de toestand van hun voormalige stagiaire die beetje bij beetje aan kracht leek te winnen. Maaike, de dochter van Hein Kooijman, had hem op zaterdag gebeld en ze hadden afgesproken elkaar maandagochtend op het bureau te ontmoeten. Toen hij maandag, zoals gebruikelijk iets verlaat, het bureau aan de Warmoesstraat betrad, zat zij al op hem te wachten. Een jonge vrouw, van een jaar of 25... Die wel erg op haar moeder moest lijken, omdat ze volgens de grijze regisseur niets van haar vader weg had. Tenger en elegant, met halflang blond haar dat ze met een snelle beweging van haar hand achter haar oren veegde. Op haar gezicht lag een vriendelijke uitdrukking, maar in haar ogen las de kok de hardheid van een vrouw die op jonge leeftijd al het nodig had meegemaakt. Hij ging haar voor naar de grote recherchekamer op de tweede verdieping. Fredder zat al achter zijn computer en werd bereid gevonden om koffie te halen. Ik moet u nog condoleren met de dood van uw vader. Ze nam tegenover hem plaats aan zijn bureau. Het is geen groot verlies voor de wereld. De directheid van de opmerking, of schoon zacht en melodieus uitgesproken, trof de kok. Waarom zegt u dat? Omdat het de waarheid is. Hij had een grote bek en speelde de Joviale Amsterdammer. Maar het was een waardeloos stuk vrede. Er was geen spoor van twijfel te bekennen bij de vrouw, die haar ferme uitspraken deed alsof ze een televisieprogramma van de vorige avond bespraken. Hij was je vader. Oh, dat heeft hem niet veel moeite gekost hoor, en dat deed hij graag. En niet alleen met mijn moeder. Maar die stond er na mijn geboorte wel alleen voor. Het verbaasde de kok hoe ze ordinaire teksten met een zekere elegantie wist te brengen. En hij had er niet van een vreemde. Zijn moeder, oma Kooiman, was net zo'n harde als hij. Toen zij doodging, heeft hij twee weken feest gevierd. Hebt u feest gevierd toen uw vader doodging? Ik ben gelukkig gezegend met iets meer beschaving, meneer de kok. En ik heb begrepen dat hij is neergestoken als een hond. Dat gun je niemand. Na de dood van zijn moeder, oma Kooiman dus, erfde uw vader het hotel. Hotel! Ze barstte in lachen uit. Een heldere lach, vrij van cynisme. Het was een soort bordeel, meneer, waar je per uur een kamer kon huren. Mijn moeder heeft er een hotel van gemaakt. Mijn vader is opgegroeid tussen de hoeren en die wereld heeft hij nooit verlaten. Ik heb begrepen dat uw vader nogal in de war was toen uw moeder overleed. Ze keek hem aan en peilde zijn blik. Ze haalde adem om iets te zeggen, maar bedacht zich. Fledder kwam binnen met de koffie. Ze nam dankbaar het bekertje aan en nam de eerste slok. Toen mijn moeder stierf, was er niemand meer die voor hem kon zorgen. Ik deed het niet. Ik was het huis al uit sinds mijn achttiende. Hij was op zichzelf teruggeworpen en op zijn hoeren, maar ja, die doen niet je was. En strijken doen ze ook niet. En hij zat natuurlijk met dat hotel. Ze zweeg even. Gelukkig vond hij al snel Ankie, en die nam de taken van mijn moeder over. Weet u ook waarom? Liefde, zeggen ze. Ze glimlachte bemiddelijk. De kok maakte een aantekening. Ik mag er dus van uitgaan dat uw verhouding met uw vader slecht was. Weer die heldere lach. Een juiste constatering, meneer de kok. En uw broer? De lach verdween van haar gezicht. Die was het slachtoffer. Lulletje rozenwater, noemde mijn vader hem. Slappe zak. Hij zat altijd om hem te vitten, omdat hij in de ogen van Hein niets voorstelde. Mijn broertje werd vroeger op school gepest. Dan kwam hij thuis met een blauw oog en dan sloeg mijn vader dat andere oog ook dicht, omdat hij ze niet had verdedigd als een kerel. Sloeg hij u ook? Nee. Het antwoord kwam kort en droog. Maar ik had altijd de pook bij de hand. De kok frontte zijn wenkbrauwen. Hij zag een klein meisje voor zich met half lang blond haar en een lief koppie. Met in haar hand een kachelpook om zich haar agressieve vader van het lijf te houden. Hij vond het een bizar beeld. En uw moeder? Ze schudde haar hoofd. Het was altijd mijn broertje waar hij op liep te schelden. Waarschijnlijk wilde hij een keel van haar maken. Is hem dat gelukt? Er brak weer een lach door op haar gezicht. Arjen is een lieve jongen, maar weet nog niet precies wat hij met zijn leven wil. Niet zo vreemd als je de omstandigheden kent, maar hij komt er wel. Hij heeft een goed hart. Is er een kans dat hij het hotel overneemt? Dat is niet voor hem. Hij heeft er eigenlijk alleen maar slechte herinneringen aan. Hij zit wel eens achter de receptie, zei hij. Ja, in het weekend, om een centje te verdienen. Ik denk dat we het beter kunnen verkopen. Dat wilde uw vader ook. Ze keek hem weer met die peilende ogen aan, alsof ze zich afvroeg wat de rechercheur tegen haar wist en wat ze hem kon vertellen. Dat heb ik gehoord, ja, zei ze aarzelend. Hij wilde verhuizen naar Thailand, zei hij. Denkt u van iets? Ach, hij zei zoveel. Maar goed, hij is dood, dus dat is niet meer van belang. Hij kan het geld in ieder geval niet meer naar de hoeren brengen. Wittige dame? Dik Vledder kon een grijns niet onderdrukken. Niet zo vreemd als je nagaat uit wat voor een gezin ze komt. Ik moet maar steeds denken aan dat kleine meisje met die pook. En dat die grote kerel daar dan bang voor was. De kok tuitte zijn lippen. Ik denk niet dat het zozeer de angst was. Maar dat hij verstandig genoeg was om dat gevecht niet aan te gaan. Zijn zoon kon ik kleineren onder het mom van opvoeding. Ze liepen door de gang van het Amsterdam UMC, waar ze hadden afgesproken met de ouders van Ilse Wansing. Ze troffen het echtpaar aan een tafeltje in een koffiehoek diep in het gebouw. De vrouw zat achter een glas thee en keek strak voor zich uit. In tegenstelling tot de vorige keer hadden ze zich gekleed voor de gelegenheid. Zij droeg een lichtblauw mantelpakje en zag eruit alsof ze net bij de kapper vandaan kwam. Haar echtgenoot had een pak aangetrokken en een opvallend rode stropdas om. Als je niet beter wist, zou je denken dat ze op weg waren naar een feestelijke gebeurtenis. De man dronk water en had een smartelijke uitdrukking op zijn gezicht. De kok overhandigde de vrouw de tas met kleren. Dit zijn de laatste bezittingen van Ilse die we gevonden hebben. De vrouw wierp een blik in de tas. Ze zijn gewassen en gestreken. Dat had niet gehoeven, zei de vrouw. Dank u voor de moeite, zei de man. We gooien het toch weg, besloot de vrouw. Maar Jan, probeerde de vader, maar zijn echtgenote was onvermeurbaar. Het heeft geen enkele zin die kleren te bewaren nu Ilse er niet meer is. We nemen haar zo dadelijk mee naar huis en woensdag wordt ze begraven. Ze probeerde onaangedaan te klinken, maar de kok zag dat haar hand trilde toen ze haar theeglas opnam. En verder willen we er niets meer van weten. De eigenaar van het hotel waar Ilse is omgekomen is vermoord. De vrouw keek in haar theeglas. De man tuurde voor zich uit. Twee dagen na de dood van Ilse. De ouders reageerden niet. Wat deed u in het hotel die dag? De kok stelde de vraag rechtstreeks aan de man. Hij was niet in het hotel, antwoordde zijn vrouw. Volgens het register wel. Volgens mij niet. Er was die avond een kamer verhuurd aan een Wansink. Het viel even stil. Daar zijn er wel meer van, antwoordde de vrouw opstandig. Meneer Wansink? De kok richtte zich weer direct tot de man, maar zijn vrouw liet zich niet zomaar de mond snoeren. Ik heb u al gezegd, Marjan, viel hij haar in de rede. Ik, Marjan. Even was er niets anders te horen dan het geroezemoes van de bezoekers en het personeel van het ziekenhuis, die langs de counter liepen waar de warme en koude dranken te verkrijgen waren. Ik. Ik wilde weten, ik wilde zelf meemaken. Ik wilde begrijpen wat Ilse had doorgemaakt. Bracht de vader ten slotte met moeite uit. Het was een stom idee, en dat heb ik je gezegd. Ik ben er naartoe gegaan en ik heb er een kamer gehuurd. Een kamer op de tweede verdieping. Ja, tegenover. Hij stokte. En zijn ogen zochten hulp bij zijn vrouw, maar die keek gegeneerd van hem weg. Tegenover kamer 202, vulde de kok aan. Hoe laat was dat? Een, een uur of zes, denk ik. U hebt de volgende ochtend niet uitgecheckt. Nee, ik had contant betaald en ben die avond nog vertrokken. Ik kon het niet. Ik, ik kon het niet aan, begrijpt u? Kende u Hein? Hein? De eigenaar van het hotel? De man keek naar zijn vrouw alsof zij hem kon helpen met het antwoord. Nee, meneer Wansink, u bent niet voor niets naar het hotel gegaan. Nee, u wilde weten wat er met uw dochter was gebeurd. U hebt gesproken met mensen in het hotel. Nee, ik heb alleen gesproken met. de man van de receptie, vulde Fledder aan. Ja, dat was hij. Hoe was zijn reactie, meneer Wansink? Hoezo? Waarom stelt u mij al deze vragen? Het was de vrouw opgevallen dat de toon van het gesprek was veranderd en dat haar man in het defensief werd gedrongen. Waar gaat het over? Fledder boog zich voorover. Uw man stond aan de balie met Hein. met een hoofd vol vragen. En anderhalf uur later was hij dood, vermoord. Maar niet door mijn man! Het klonk hard en schril. Even werd er opgekeken door de andere mensen in de koffiehoek. Maar niet lang. Emotionele kreten waren geen uitzondering in het ziekenhuis. Hij kon mij niets vertellen, ging de man timide verder. Ik wilde over Ilse praten, maar hij zei, ik heb hier geen behoefte aan. Het brengt alleen maar narigheid. En toen liep hij naar achter. Ging u achter hem aan? De man schudde zijn hoofd. Dat had toch geen zin? Wat had er nou voor zin gehad? Hij had geen behoefte aan een gesprek. Ik ben naar mijn kamer gegaan, heb een uur op het bed gezeten en toen ben ik weer naar huis gegaan. Hij heeft die avond thuis geslapen. Ik was die avond weer thuis, ja. Maar ik heb niet geslapen. Hij had het motief en de gelegenheid, concludeerde Fledder. Zeker, maar in hoeverre was hij op de hoogte van de praktijken van Hein? Hij moet dan toch iets van hem geweten hebben? Je brengt iemand niet alleen maar om, omdat hij toevallig de eigenaar is van het hotel. Misschien had Ilse er tegen haar vader over geklaagd: dat ze lastiggevallen werd door Hein. Hij spreekt Hein erop aan, Hein reageert op zijn onbehouwen wijze en meneer Wansink gaat door het lint. Ah. Nou, het is een mogelijkheid, dat moet je toegeven. Het is een mogelijkheid, gaf hij toe. En ik zou die vader nog kunnen begrijpen ook. Daar zou ik niet zo stellig in zijn, dik. Hein Kooiman stond aan het einde van haar leidensweg. Haar ouders aan het begin. Ze liep zwijgend voort. Waar gaan we eigenlijk naartoe? Vroeg Vletter ineens achterdochtig. Ik dacht, nu we hier toch zijn, kunnen we best even langs bij dokter Rusteloos. Misschien is hij al aan de beurt. Vletter stond ineens stil, als een bokkig paard voor een hindernis. Dacht ik het niet. De snijkamer. De kok grinnikte. Daarna mag je lunchen. Hoofdstuk 12. Dick Fledder had een hekel aan het domein van dokter Rusteloos, de patholoog anatoom Niet alleen vanwege het bloedige snijden, maar ook vanwege de geur van ontsmettingsmiddelen die de hele dag om je heen bleef hangen. En uiteindelijk vanwege de naaktconfrontatie met het onherroepelijke einde. En een lunch zat er daarna al helemaal niet meer in. Voor de klapdeuren van de afdeling pathologie stond de kok stil. Misschien is Kooiman nog niet aan de beurt geweest. Het is vaak druk na het weekend. Ik informeer wel even. Blijf jij maar hier. Fledder haalde opgelucht adem. Uh, als je het prettiger vindt, ga ik met je mee, hoor. Ik red het wel in mijn eentje, antwoordde de kok goedmoedig. En hij verdween door de klapdeuren. Hij trok een witte jas aan en deed de beschermhoesjes over zijn schoenen. Door het grote raam had hij een goed zicht... Op de wit betegelde ruimte waar naast elkaar vier metalen snijtafels stonden. Aan een van die tafels was dokter Rusteloos aan het werk. De kok tikte met zijn ring tegen het raam. Rusteloos keek over zijn schouder en zag hem, na hij hem joviaal naar binnen wuifde. De kok! Sorry dat ik stoor. Geen enkel probleem. Ik ben al de hele ogen bezig. Interessant geval. Hij wees op het lichaam dat op de snijtafel lag. Het was niet het lichaam van Hein Kooijman, maar van een jonge man. De dokter legde het skalpel in een niervormig instrumentenbakje en trok een laken over het lichaam van de dode man. Sportman, nooit gerookt of gedronken en dan een plotseling hartstilstand. De kok keek van het verstilde dodenmasker naar het enthousiaste gezicht van de dokter. Is dat niet eerder treurig dan interessant? Aha, voor de leek misschien, die de dood ziet als het einde van haar leven. Ik ben gedoemd om eindeloos te leven met de dood. Hij gaf de kok een joviale knipoog. Maar laten we daar niet over discussiëren. Jij komt voor een ander klantje. Kooiman. Kooiman. Ja. Voor het weekend binnengebracht en vanochtend vroeg op de tafel gehad. Wacht eens even. Hij grabbelde in een van de zakken van zijn witte jas en haalde er wat papiertjes uit. Ik heb wat aantekeningen gemaakt om later uit te werken. Eens kijken, kooiman. Vijftiger met het lichaam van een oude man. Hij keek de kok met een guitige blik aan. Hij heeft het er goed van genomen, deze kooiman. Een opgezette lever en een cholesterolgehalte, om u tegen te zeggen. Het algehele beeld was niet erg gezond, zal ik maar zeggen. Hij is met een mes gestoken, net onder het hart en dat was eigenlijk zijn geluk. Doelbewust? Ja, wie zal het zeggen? Er is in ieder geval één keer gestoken en ik heb geen vreemd DNA aangetroffen op het lichaam. Wat was het voor een mes? Gezien de wond uh, was het een mes met een lemmet, Niet erg lang. centimeter of twaalf, schat ik. Niet gekarteld. Je ziet ze wel in Aziatische landen. Maar hij is aan die verwonding niet overleden? Nee, denk van niet. Hij moet zich in zijn val gestoten hebben. Want hij had een behoorlijke deuk in zijn hoofd. Kan dat geen slag met een stuk hout zijn geweest of een ijzeren pijp? In dat geval was de breuk cirkelvormig geweest. En bij Kooyman was de breuk eenvoudig lineair. Nee. Het was niet de steekwond, het was de val daarna. Ik ben er vrij zeker van dat de epidurale bloeding hem noodlottig is geworden. Hij grijnsde. En dat is niet zo leuk voor de dader, want tussen een poging tot doodslag en moord zitten nogal wat jaartjes. Keizer belde met de uitslagen van het forensisch onderzoek in het kantoor van Kooiban. Vledder stond bij de klapdeuren te wachten, met in een ene hand de telefoon en in de andere een broodje kaas. En? Het schijnt dat er een schermutseling heeft plaatsgevonden. Een schermutseling? Vladder haalde zijn schouders op. Dat stond er. Er zal wel zijn gevochten, maar dat was het wel zo'n beetje. Erg duidelijk wordt het er niet van, mopte de kok. Er zijn ook niet veel bruikbare sporen aangetroffen, behalve een halve afdruk van een schoen in het bloed op de vloer. De kok fronste zijn voorhoofd. Weet ze ook wat voor schoen? Vermoedelijk het linker exemplaar voor een paar sneakers. Sneakers? Gimpies. Maar dat zegt niets, want die draagt iedereen tegenwoordig. Ik niet, behalve jij. Ze proberen nog uit te zoeken of het profiel van de Zool naar het merk van de schoen kan leiden. En het moordwapen? Niet aangetroffen. Hij stak het laatste stuk van het broodje in zijn mond. Ligt waarschijnlijk op de bodem van de keizersgracht. Heeft het onderzoek naar de computer nog iets opgeleverd? Fledder wachtte met antwoorden tot hij zijn mond had leeggegeten. Ze hebben de mail uitgelezen en ook de berichten op zijn telefoon. Laten we dan maar hopen dat daar wat bij zit, want voorlopig hebben we nog niet veel. Zet mij er hier maar uit, dan lopen we naar het bureau en dan kun jij de auto rustig parkeren. Ze reden achter het centraal station en de kok had behoefte aan wat frisse lucht. Fledder zette de auto half op de stoep en de kok werkte zich met enige moeite de auto uit. Hij genoot van het zachte voorjaarsweer... toen hij dwars over het stationsplein richting Steeg wandelde. Het was druk op het plein... waar de trams met auto's, fietsers en wandelaars om voorrang vochten... en toeristen, niet gehinderd door verkeerslichten, overal tussendoor hobbelden. Maar de kok had besloten zich daar niets meer van aan te trekken. En soms lukte hem dat. Dan kon hij de ruimhartigheid opbrengen om te denken... Dat iedereen recht had op een dag als vandaag, waarin de oude stad lag te glanzen in het zachte zonlicht. Zijn wandeling voerde hem langs de haringstal van Arie, en die kon hij natuurlijk niet passeren zonder zijn visboer hartelijk te groeten. Harinkie de maar, vooruit, laat ik dan ook maar een haring nemen. Hij wilde net het bureau binnengaan toen hij zijn naam hoorde roepen: Meneer de Kok, hij keek over zijn schouder. En zag een jonge vrouw die zich losmaakte van de muur aan de overkant van de Barmoestraat. Het was de vrouw die hij een paar dagen eerder had gesproken achter de receptie van het ABC-hotel. Joyce, u weet het nog. Ja, wij hebben elkaar vorige week gesproken. Ze knikte en keek ernstig. De kok vond het een komisch gezicht. Ze kon niet veel ouder zijn dan twintig en was gekleed in een gescheurde spijkerbroek en een zilverkleurig zijdeachtig jek met drakenmotieven. Maar ze stond erbij alsof ze het leed van de wereld torste. Ze zei dat u zou komen. Wie zei dat? Die vrouw met die zware stem binnen? Ze knikte met haar hoofd naar het bureau. Hij glimlachte. Ah, Els Peters, onze wachtcommandant. Ze zei ook dat ik buiten moest wachten, omdat ze gek werd van die mensen aan de balie. Ze klonk nu opstandig. Op dat moment knetterde er een scooter met een pizzakoerier door de straat. Joyce kneep haar ogen tot streepjes. Uh, hier word ik daar stapel gek van. We kunnen wel naar binnen, als je dat liever wil. Ze stak haar hand in de zakken van haar jek en schudde haar hoofd. Ik moet zo weer terug naar het hotel. Ik wilde alleen. Ze aarzelde. Wat wilde je, Joyce? U kwam vorige week vragen over de ruzie tussen Andy en Heijn. Maar voor ik iets kon zeggen, kwam Andy ertussen. En toen dacht ik: Nou ja, zo belangrijk is het hem ook weer niet. Maar ja. In het weekend, toen dacht ik: Misschien is het toch belangrijk. Of in ieder geval. De kok onderbrak haar. Zeg nu maar wat je mij toen wilde vertellen. Ging het over die ruzie, over de tuin en de vergunning? De vrouw keek hem met haar grote bruine ogen verbaasd aan. Nee, het ging over Churchill. Hij vroeg zich af of hij het goed had gehoord. Churchill? De bulldof van Andy. Ah. Churchill is een hond. En wat is daarmee? Andy had Churchill op een ochtend in de tuin gelaten. en toen het beest weer naar binnen wilde, begon hij te blaffen. Nou heb Hij in zijn duurste kamers aan de tuinkant. en die gasten waren natuurlijk niet blij met dat geblaf. Hein kwam verhaal halen en dat pikte Andy niet. Dus moest Churchill vanaf dat moment elke ochtend de tuin in. en het liefst zo vroeg mogelijk. Andy kan een enorme Engelse treiterkop zijn. Dus de hond was de oorzaak van de ruzie. En nu is hij weg, Churchill. Vaak loopt hij eens in zijn eentje naar buiten om bij een boom zo'n plas te doen, en dan komt hij meteen weer terug. Of hij blijft op de stoep liggen, lekker warm in de zon. Maar ineens was hij verdwenen. De kok trok aan zijn oorlelletje. En Briggs dacht dat Hein daar de hand in had. Het was veel erger. Haar hand frummelde aan een gouden kettingje dat om haar hals hing. Hij zette een wit kruis in zijn tuin, met daarop Churchill. Had je kans? Dick Vledder had de auto geparkeerd op de houten vlonder achter het bureau en zich een ommetje door de buurt geprimiteerd. Hij trof de kok, die in gedachten verzonken voor de deur van het bureau was blijven staan. Wat? Die meid waar je mee stond te praten, prototype, Joyce? Die werkte in het hotel van Andy Briggs. Ze wilden bespreken. Hij bracht verder op de hoogte van wat Joyce me had verteld. Hij vond het een wonderlijk verhaal. Dus die Engelsman denkt dat hij die hond het omgebracht? Ja, en dat is wat we moeten uitzoeken, Dick, maar dat is voor later. Eerst wil ik weten wat ze in de computer van Koyman hebben gevonden. Keizer had de resultaten van het onderzoek naar de computer van Kooyman alvast voor de kok uitgeprint en op zijn bureau gelegd. Hij wees naar de stapeltjes papier. Daar liggen de mails en dat is de uitdraai van zijn telefoontjes. De kok drukte zijn bril stevig op zijn neus en bekeek de papieren waar de mailtjes op stonden afgedrukt. Is het wat? informeerde Fladder, die zelf de telefoonlijst in hand had genomen. Op het eerste gezicht vooral veel reclame en uh, onwaarschijnlijk voordelige aanbiedingen. Hij was geen groot gebruiker van de mail, baamde keizer. Was het dan niet aangesloten op de computer van het hotel? Dat lijkt me niet, antwoordde de kok. Ik denk dat hij deze laptop alleen privé gebruikte. Oh, kijk, foto's. Fledder liep op het bureau heen en keek met zijn chef mee. Op het papier waren een aantal foto's afgedrukt van een luxe vakantiehuis met zwembad, omgeven door palmen en beschenen door een blauwachtig licht. Our Little Palace stond eronder: Little Palace? schamperde Fledder. Noem het maar klein. Ik zal blij zijn met de garage. Op een andere foto stond een jonge Thaise vrouw, te midden van een tiental andere mensen. Your Tessanie me and family. Love. Erachter stonden drie rode hartjes. Fledder nam het papier op om de foto beter te kunnen bekijken. Tessanie? Beeldschoon om te zien, mompelde de kok. Zeg dat wel viel Fledder enthousiast bij. En dat allemaal voor die boffend van een kooiman. Keizer lachte. En vergeet haar familie niet. Die krijg je er gratis bij. En ze moeten allemaal mee eten. De kok was inmiddels verder gegaan met het checken van de mail en was op een bericht van de KLM gestuurd. Ab, er zit een bijlage bij dat mailtje van de KLM. Zal er een ticket zijn? Kun jij die openen? Tuurlijk. Keizer draaide zich naar zijn computer en zocht het mailtje. Ik wil graag weten waar dat ticket hem naartoe zou brengen. Ik denk dat ik dat wel kan raden, merkte verderop. Uh, ticket voor Bangkok Suvarnabhumi Airport. Thailand, bingo. Oh. Staat er een datum bij? Uiteraard. De 24e, dat is. Uh, even kijken, hij keek in zijn bureauagenda. Volgende week woensdag. Retour? Wilde de Kok weten. Enkele reis. Die was van plan daar te blijven, concludeerde Fledder. En wat betekent dit? De kok hield krijs het papier voor en wees naar het beeldje van de KLM. Dat pijltje, dat pijltje naar rechts dat naast het adres staat, dat betekent dat de mail is doorgestuurd. En kun je ook zien naar wie? Vast, maar dan moet ik zo even kijken. Ah. De kok liet zich onderuit zakken in zijn stoel en tuurde naar het plafond. Terwijl hij zijn handen over zijn buik vouwde. Vladder had de foto van Tasani en haar familie er nog eens bijgepakt. Stel je voor, Ab. Stel je voor dat je de boel de boel laat en van de ene dag op de andere naar Thailand vertrekt. Een nieuw leven begint. Zonder mevrouw en kinderen, zei Keizer, lijkt me niks. Kooiman zat er niet mee. Nee. De stem van de kok klonk krachtig en hij werkte zich weer overeind in zijn stoel. Kooiman niet. Maar blijkbaar was hij de enige. Hoofdstuk 13 De kok, commissaris Buitendam, stond in de deuropening van zijn kamer en wenkte de grijze rechercheur die op weg was naar beneden. Ik hoor net dat het beter gaat met Lottie. De artsen hebben haar uit haar coma gehaald. Ik ben van plan vanmiddag even langs te gaan om te kijken hoe het met haar gaat. Mooi, mooi. Buitendam wreef zich in zijn handen. Denk je dat ze al in staat is om een aantal vragen te beantwoorden? De kok schoof zijn hoedje wat naar achteren en krapt op zijn voorhoofd. Ik ben niet haar behandelend arts, maar zoals ik Lottie ken, zal ze ons willen helpen. Dus ik hoop inderdaad dat ze iets kan zeggen over hoe het voorval heeft plaatsgevonden. En vooral natuurlijk of ze weet wie haar heeft gestoken. Ja. Ik heb het eigenlijk eh, over een meer persoonlijk verhaal, een statement, begrijp je? Nee, antwoordde hij kortaf, hoewel hij een sterk vermoeden had welke kant de commissaris op wilde. Voor de pers, dat zou het hoofdbureau ook erg op prijs stellen. Nou, dat lijkt mij eerlijk gezegd niet. Hij draaide zich om om weg te lopen, maar zo gemakkelijk liet Buitendam hem niet gaan. Het is in het belang waar ons allemaal de kok. Wij moeten de agressie naar hulpverleners een halt toeroepen. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar in dit geval zou ik toch eerst willen uitzoeken wat er precies is gebeurd. En daarna mag Lottie zelf bepalen of zij daar iets over te melden heeft. De commissaris wilde met dat antwoord geen genoegen nemen, maar de kok vond het wel mooi geweest. Ik heb haast. Er is een moord op te lossen. Hij draaide zich brusk om en liep met grote passen naar de trap. Commissaris Buitendam stond even machteloos in de deuropening. ging toen zijn kamer binnen en sloeg de deur met een harde klap dicht. De kok en Fladder betraden de lobby van het ABC-hotel. Joyce zat achter de balie van de receptie. Hij is in zijn kamer, zei ze zacht. De kok gaf haar een knipoog en Joyce schonk hem een glimlach. Fladder zag het hoofdschuddend aan. Ze kon je kleindochter wezen. Fluisterde hij hem verongelijkt toe. Inderdaad, antwoordde de kokmonter. Slimme meid. In de kamer was Briggs opgestaan en hij kwam op de rechercheurs toegelopen. Meneer de kok en. Ah, sorry mate, forgot your name. Dick. Excuse me? Fladder. Dick Fladder. Ah, right. Er speelde een malicieus lachje rond zijn lippen. Waarmee kan ik u van dienst zijn? De kok was voor de muur met de foto's gaan staan en hij wees op een foto van een hond waarvan hij aannam dat het de bult was. Is dat uw hond? De pretlichtjes verdwenen uit de ogen van de kleine Engelsman. Er volgde een diepe zucht. Ja. Churchill, is het niet? Inderdaad. Ik heb begrepen dat hij is verdwenen. U bent goed geïnformeerd. De kok glimlachte bescheiden: Dat is waar men mij voor betaalt. Van uw belastingcenten, voegde Fledder een fijnjes aan toe. Briggs wist met moeite een glimlach tevoorschijn te toveren. <laughs> Money well spent. Het geld zou nog beter besteed zijn als ik zou weten waar Churchill was gebleven, nietwaar? Het hoofd van Andy Briggs had een rode kleur aangenomen, maar hij gaf geen antwoord op de vraag. Of hebt u er zelf enig idee van wat er met uw hond is gebeurd? De Engelsman knaste met zijn tanden. U vraagt naar de bekende weg. Ja, bekende de kok. En dat is kinderachtig van mij. Er staat een wit kruis in de tuin van uw buurman. En op dat kruis staat Churchill geschreven. Hij deed een stap in de richting van Briggs. En keek hem in de ogen. waarin in het traanvocht glinselde. Een graf. Voor uw hond? Briggs wendde zijn blik van hem af. Churchill was niet alleen mijn hond. Hij was mijn vriend, zei hij zacht. We deden alles samen. Ik hield van het beest. U denkt dat Hein Kooiman hem heeft vermoord? Briggs draaide zijn hoofd fel naar de kok. Dat kan toch niet anders? Waarom zou die gek hem anders in zijn tuin begraven? De kok knikte alsof hij de redelijkheid van de vraag overwoog. Toch hebt u het lichaam van uw. Hij wilde zeggen vriend, maar dat ging hem toch iets te ver. Van uw hond niet opgevraagd. Ik kon het niet. Ik kon het gewoon niet aan. De kok liep naar de deur. Kom. Briggs haalde een hand over zijn ogen. Waarheen? Het graf van Churchill. Theo, de rode receptionist, keek niet op toen het gezelschap het hotel binnenkwam. U weet de weg, zei hij en hij ging door met het spelletje op zijn telefoon. De kok liep de gang achter de receptie in, passeerde de pantry... en vond aan het eind van de gang de deur die naar de tuin leidde. De deur was niet op slot. Ze liepen de tuin in en Briggs volgde de regisseur naar de plek... waar het witte kruis stond. Fledder pakte de schop die tegen de muur naast de deur stond geleund. Ik kan dit niet. Ik geloof niet dat ik dit kan, murmelde Briggs. Hij stond handenvringend bij het Witte Kruis en keek de kok smekend aan. Please! Het spijt me, meneer Briggs, maar het is in het kader van ons onderzoek naar de dood van Hein Koyman van belang om te weten of Churchill hier ligt begraven. Maar dat is toch duidelijk, Dick? Fredder zette voorzichtig de schop in de aarde voor het kruis. Beetje bij beetje verwijderde hij de aarde tot er een aardig gat gegraven was. Maar. Van de hond geen spoor. Ik weet niet waar uw hond gebleven is, meneer Briggs. Maar hier ligt hij niet. Maar hij, hij. Iemand moet hem hebben weggehaald. We kunnen natuurlijk een spooronderzoek laten uitvoeren. Als hij hier heeft gelegen, dan moet er DNA te vinden zijn. Maar als u het mij vraagt, heeft hier nooit een dode hond gelegen. Het was een buitengewoon kinderachtige actie van Koyman nadat hij had gehoord dat u uw hond kwijt was. Hij deed om u te pesten, terug te pesten. Het gezicht van Briggs was vertrokken van woede. Zemmer Ik hoop niet dat u het tegen mij heeft. Hij wist waar hij me kon raken. Hij keek op naar de kok. De woede spatte uit zijn ogen. Hij wist hoeveel ik van mijn hond hield. Hij wilde mij kapot maken. Niet zo heel gek, zei Fledder. Het zinnetje kwam nonchalant zijn mond uit, maar het leek alsof Briggs ging exploderen. Oh, nee! Nee. U hebt dagenlang, heel vroeg, uw hond de tuin in gestuurd om de hotelgasten van Koyman wakker te blaffen. Dat is ook pesten. Toen Kooyman hoorde dat uw hond zoek was, peste hij u terug. Hij zette een kruis in zijn tuin, voelde de kok aan. U dacht dat hij Churchill had vermoord en daarna begraven. Dat zou ik denken, ja. Maar het was niet zo, zei Fledder lakoniek. U was buiten zinnen van woede, ging de kok verder. U kon dat niet over uw kant laten gaan. U bent naar hem toegegaan, vorige week donderdagavond, toen Theo al naar huis was gegaan. U hebt hem beschuldigd van moord en hij lacht u uit. Zo is het toch gegaan, vulde Fledder aan. Nee, de Engelsman balde zijn vuisten en bracht ze naar zijn mond. U wilde de waarheid weten, maar Kooiman werkte niet mee. Er ontstond een gevecht, zei de kok. Een schermutseling. En toen hebt u hem overhoop gestoken met het mes dat u vond in het kastje waar Kooiman zijn souvenirs in bewaarde. Zo is het gegaan, toch? Nee, niet. Ik, ik ging erheen. Ik ging erheen. En misschien had ik hem wel willen vermoorden, maar. Briggs staarde naar zijn schoenen. Glanzend gepoetste brooks die nu onder de zwarte aarde zaten. Ja, ik heb hem uitgescholden. Hij bleef maar lachen. Ik, u moet mij geloven. Toen ik wegging, leefde hij nog. De kok had Andy Briggs in hechtenis genomen. De Engelsman had luidkeels geprotesteerd en om een advocaat geroepen, maar het had niet geholpen. Hij was gearresteerd op verdenking van de moord op Hein Kooiman. Fledder had hem de handboeien omgedaan en hem achter in de oude VW geladen om hem bij bureau Warmoestraat af te kunnen leveren. Zet hem eerst maar een nachtje in de cel, Dick. Dan spreken wij morgenochtend wat met hem. De kok had een taxi genomen naar het OLVG en daar geïnformeerd in welke kamer Lottie lag. Ze was inmiddels van de intensive care af en lag nu in een kamer voor haar alleen op de verpleegafdeling. Toen hij de kamer binnenkwam, zat Lottie bijna rechtop in de kussens. Haar ogen stonden nog mat en ze had een bleek kopje, maar om haar lippen speelde een flauwe glimlach. Chef! Er ging een golf van ontroering door hem heen, wat hij natuurlijk niet had laten blijken, maar wat desondanks toch duidelijk zichtbaar was. Lottie gebaarde subtiel naar haar moeder, die naast haar bed had gezeten, en die bleek een goede verstaander. Ze stond op. U hoeft voor mij niet weg te gaan, protesteerde hij beleefd. Ik ben wel toe aan een kopje thee, zei de vrouw. Ze streek nog even met haar hand over het gezicht van haar dochter en verliet toen de kamer. Het viel de kook nu pas op dat de kamer werkelijk vol stond met bloemen. Wat een veelde! Lottie wees een van de boeketten aan. Van de afdeling, van de hoofdcommissaris, van de minister van Binnenlandse Zaken. Nee, echt! Ze barst in lachen uit. En dat boeket is van u en uw vrouw. Ze wees op een vaas met rode rozen. Van ons? Hij was zich wel geen kwaad bewust. Van uw vrouw dan misschien? Hij glimlachte toegefelijk. Maar ik gun je ze ook van harte. Hij ging naar haar bed zitten en pakte haar hand. Hoe is het, Lottie? We leven nog. En dat is een groot geluk. Hij knikte haar ernstig toe. Iedereen was geschokt door die aanslag. Jij lag in coma en wij konden niets doen. Dat vond ik het ergste. Hoe is het met dat meisje? Ilse? Dood, helaas. Was ze uit het raam gesprongen? De hele toedracht is nog niet duidelijk, maar. Maar we gaan het hier niet over de zaak hebben. Dat doen we later alweer een keer. Ik wilde alleen met eigen ogen zien dat het weer goed met je gaat. Lottie reikte naar het nachtkastje om een glas water te pakken. Droge keel. Ze nam moeizaam een paar slokken, gaf het lege glas aan de kok en sloot haar ogen. Ik ga zo weer, dan heb je rust. Hij gaf een kneepje in haar arm. Maar ik kan nu op het bureau vertellen dat je weer rechtop in bed zit. Volgende week ben ik er weer. Tja, in je dromen. Er verscheen een verpleegster in de deuropening. Lottie moet rusten, u kunt nu beter gaan. Hij keek om en stond op. Ja, natuurlijk. Ik wilde net weggaan. De verpleegster knikte en liep haastig verder. Lottie, één ding nog. Voor je het bewustzijn verloor, zei je Anne tegen me. Anne, weet je nog wat je daarmee bedoelde? Ze opende haar ogen en staarde naar het plafond. Ik weet het niet. Zei ze uiteindelijk. Pff, ik probeer het me te herinneren, maar er komt niets. Ik weet dat ik daar stond en dat ik... Ze sloot haar ogen weer in een poging zich te concentreren, maar het hielp niet. Het is een zwart gat. Ik weet niets meer van wat er toen gebeurde. Sorry. Ze keek hem hulpeloos aan. Het geeft niet. Het geeft echt niet. Het was zomaar een vraag. Een, een vraag. En, en die herinneringen komen vanzelf terug. Ik ga nu. Doeten ze de groeten? De kok was oprecht blij dat hij had gezien dat Lottie aan de betere hand was. Maar hij was ook teleurgesteld. Natuurlijk in haar, maar hij had gehoopt dat ze hem had kunnen vertellen waarom ze Anne tegen hem had gezegd vlak voor ze wegzakte. Wat had ze daarmee bedoeld? Hij had de hele tijd de vage hoop gehad dat een antwoord op die vraag de zaak van Ilse in een ander daglicht had kunnen zetten. Het juiste daglicht. Toen hij het ziekenhuis verliet, ging zijn telefoon. Het was Keizer. De kok, wij zijn net gebeld door een notaris van Vliet. Wat wilde hij? Jou spreken, maar ja, dat willen ze allemaal. Ja, heel leuk, ab, antwoordde hij knorrig, omdat hij nu niet bepaald op humor zat te wachten. Maar waarover wilde hij mij spreken? Hij zegt dat hij vorige week contact heeft gehad met Hein Kooiman. Die wilde zijn testament veranderen. Hoofdstuk 14 de kok zat aan tafel tegenover zijn vrouw, en daar waar hij zich doorgaans met enthousiasme op haar culinaire creaties stortte, zat hij nu afwezig in zijn bord te prikken. Hij had de notaris teruggebeld, maar die man wist hem niet meer te vertellen dan dat hij een afspraak had gemaakt om zijn testament te veranderen. Maar waar die verandering uit zou bestaan, had hij niet bijverteld. Ik hoorde van zijn dood en vond toch dat ik u van dit feit op de hoogte moest stellen. U hebt het juiste gedaan. Maar veel was de kok er niet meer opgeschoten. Het was weer zo'n los stukje informatie, en daar had hij er genoeg van. Zijn hoofd was net een doos vol puzzelstukjes waarvan hij het plaatje niet kon leggen. Smaakt het je? Hij schrok op uit zijn overpijntingen. Ja, zeker heerlijk. Hij had geen idee wat hij aan het eten was en moest even goed op zijn bord kijken. Kip. Jure. Uh, sorry, je hebt gelijk. Ik schaam me. vin? Ik had gehoopt dat dat je een beetje zou helpen. Het gaat prima met me. De kok nam een hap van zijn lievelingskostje. Heerlijk, echt. Hij keek haar monter aan. En hoe was je dag? Zijn vrouw lachte. Beter dan die van jou, vermoed ik. Ja. Uh, het is een rare zaak waar ik mee zit. Ik heb vandaag een verdachte van de moord op Hein Kooiman gearresteerd. Maar dat, dat is toch geweldig? Uh, dat zou het moeten zijn, Ja. Maar er is zo'n irritant stemmetje in mijn hoofd. Hij nam een hap. En wat zegt dat stemmetje? Hij probeerde met smaak en aandacht zijn mond leeg te eten. Dat we er nog niet zijn. Hij heeft de schijn tegen, maar harde bewijzen hebben we voor ons nog niet gevonden. Met Lottie gaat het een stuk beter, toch? Gelukkig wel, ja. Ze wilde je nog bedanken voor de bloemen. Mevrouw de kok lachte tevreden. Ik had gehoopt dat zij wat uh, meer licht zou kunnen werpen op het steekincident, ging hij verder. Maar ze weet niets meer van het moment waarop ze werd aangevallen. Het arme kind is natuurlijk nog een shock. Ja, misschien komen de beelden nog terug. Hij prikte het laatste stukje kip aan zijn vork. Is er nog een beetje? De kok had slecht geslapen. Meer niet dan wel, eigenlijk. Hij had geprobeerd de puzzelstukjes aan elkaar te krijgen. Maar naarmate de nacht vorderde, werden die steeds groter of veranderden ze van vorm en waren ze in geen verhaal meer in te passen. Hij was vroeg opgestaan en op pad gegaan, maar toen hij aankwam op het bureau, zaten de keizer en Fledder al achter hun bureau. Jullie zijn vroeg? Hij wierp vanuit de deuropening zijn hoedje naar de kapstok en miste. Anders jij wel, reageerde Fledder terwijl hij naar de klok boven de deur keek. Ik slaap slechts als ik geen greep krijg op een onderzoek. Hij schokte naar zijn bureau. Ik heb informatie over die hond van de heer Briggs, zei Keizer. Misschien voor een tatje op. Heeft hij nog? Reken maar. Het beest zit in het asiel. Fredder grijnste. Dan zitten het baasje en zijn hond dus allebei achter tralies. Een meisje en haar moeder hebben hem gisteren daar naartoe gebracht. Dus dat kruis in de tuin van Kooiman. Was inderdaad een misplaatste grap. Hij keek verwachtingsvol naar zijn collega's, maar die waren niet erg onder de indruk. Ja, daar waren we al achter, Ab, schamperde Vledder. Kooiman heeft misbruik gemaakt van de paniek van Briggs, antwoordde de kok bedachtzaam. Dat ging heel wat verder dan een onschuldige grap. De vraag is. Hij hing achterover in zijn stoel en keek naar het plafond, waar sinds de verbouwing van het bureau grillige vochtplekken plaats hadden moeten maken voor inspiratieloos wit stukwerk. De vraag is: de kok kwam overeind in zijn stoel. Hoe ver hem dat gedreven heeft? De frisse aanblik van Andy Briggs detoneerde met de armoedige omgeving waarin hij zich bevond. Jasje en hemd kreukvrij en op een lichte schaduw op de kaken na glom zijn gezicht wel als een appeltje. Als je niet beter zou weten, zou je denken dat hij zo van huis gekomen was. Aan niets was te zien dat hij de nacht had doorgebracht in een muffe, vochtige politiecel. Meneer de Kok, goed u te zien. De Kok ging tegenover hem aan de verfloze tafel zitten en Vledder nam plaats naast de deur. Bent u de nacht goed doorgekomen? Zeker. De kamers kan ik u niet aanbevelen, maar het ontbijt was voortreffelijk. Hij lachte minzaam. Als de taaie Engelsman die niet van plan was te breken. We hebben uw hond gevonden. Als bij toverslag liet Briggs zijn geamuseerde houding vallen. Waar? In het asiel. Leeft hij nog? Er stond een angstige blik in zijn ogen. Vanmorgen nog wel. Briggs sloot zijn ogen en slaakte een diepe zucht. Thank God. Nu bent u voor niets bij Heintje op bezoek geweest. Fledder had zijn armen over elkaar geslagen en keek Briggs uitdagend aan. De Engelsman opende zijn ogen en gumde Fledder een kille blik. U denkt nog steeds dat ik Hein heb omgebracht? Anders zou u hier niet zitten. Ik had geen reden om hem om te brengen. Het doden van een hond is wel degelijk een motief, vond de kok. Ik heb nooit echt geloofd dat Hein mijn church had omgebracht en begraven. Hein was al lafaard. Hij had er de guts niet voor. Andy Briggs glimlachte van oor tot oor. Blijkbaar waren alle zorgen van hem afgevallen nu hij wist dat zijn hond nog leefde. En dat hij in verzekerde bewaring was gesteld, leek hij hem niet te raken. Hij was een pestkop, maar hij had wel andere zorgen naar zijn hoofd dan mijn hond. Zoals? Zijn dochter was bij me die middag. Maike, Zo heet ze, ja. Maike, mooie meid. Lijkt op haar moeder, die arme rinkje. Geweldig, Ive. Vrouw met klasse. Veel te goed voor die schooien van een Hein. De kok stak een hand op. Hij was niet geïnteresseerd in de mening van de Engelsman over de familie Kooiman. Wat kwam Maike bij u doen? Ze wilde weten of Hein mij het hotel te koop had aangeboden. Mij? Ik zei natuurlijk van niet. Hij zou het nog liever voor niets weggeven aan de duivel. Maar ik kon haar bevestigen dat hij het hotel wilde verkopen. Ja, dat verhaal ging rond in de buurt. Hoe reageerde zij? Kwaad, geloof ik. Ik was er niet mee bezig. Ik zat niet bepaald op haar bezoek te wachten. Ik was mijn hond kwijt. Ze zei dat Ank gelijk had. En toen liep ze weg. Naar haar vader? Ja, ik hoorde ze even laten schreeuwen. De tuinduren stonden open. Nou, dat gaf heel wat meer lawaai dan het geblaf van mijn arme Churchill. Hij lachte ver genoeg. Weet u nog hoe laat het ongeveer was? Ik zou het hier niet kunnen zeggen. Ergens in de middag, geen idee. Ik was nogal in de war vanwege Churchill. Dat was ook het moment dat ik de tuin in ging om te vragen of het iets minder kon. En ik. Brick zweeg. Toen zag u het kruis in de tuin van Kooyman. De Engelsman haalde moeizaam adem. Zijn hoofd was een tikje roder geworden. Hij had de schep nog in zijn hand. Kunt u zich herinneren waar de ruzie tussen vader en dochter over ging? Nee. Nee, nee, wat ik zeg. Ik was er niet mee bezig. En op dat moment, op het moment dat ik het kruis zag, ik ben er niet trots op, maar toen ben ik naar binnen gegaan en heb ik de whiskyfles op mijn mond gezet. Een korte klop op de deur en de keizer stak zijn hoofd naar binnen. De kok zijn advocaat is gearriveerd. Brick stond op: Precies, mijn advocaat is gearriveerd. Dat betekent niet dat u al kunt gaan, waarschuwde Vladderhe. Ik denk het wel. Briggs sloeg een denkbeeldig pluisje van zijn jasje. Volgens mijn advocaat hebt u geen enkele reden om mij nog langer vast te houden. U wordt verdacht van moord en u hebt geen bewijs. Maar dan ook niet dit. Hij knipte met zijn vingers. U zult iemand anders moeten zien op te pakken voor de moord op Heintje. Kandidaten genoeg? Hij heeft gelijk. Andy Briggs heeft een motief. En hij had de gelegenheid, maar we hebben geen snipper van een bewijs. Geen getuigen en geen van de sporen wijzen zijn richting. Ze stonden voor de balie in de hal waar ze net Briggs uitgeleide hadden gedaan. Heeft niemand hem het hotel binnen zien gaan op de avond van de moord? Verder had het er moeilijk mee dat ze de kleine Engelsman lachend het bureau hadden zien verlaten. Het enige wat we hebben is het woord van de receptionist, Theo. Maar die had ook alleen maar wat geschreeuw gehoord. Het buurtonderzoek heeft ook niets opgeleverd wat dat betreft. De keizer haalde zijn schouders op. De meeste winkels waren al dicht en er was weinig volk op straat. De kok leunde tegen de balie en haakte zijn duimen in zijn riem. Maike was kwaad omdat haar vader het hotel wilde verkopen. Dat is toch raar? Ze wilde niks meer met haar vader te maken hebben. Maar volgens Briggs had zij het gehoord van Ankie Wijfels. Dus. Moet Anki van de plannen op de hoogte zijn geweest? En wat ik me afvraag, is wat vond zij er eigenlijk van? Ze troffen Anki in het kantoortje achter de receptie. De rommel was inmiddels opgeruimd en op een kastje naast het bureau stond een rijtje ordners, waarvan zij er één opengeslagen voor zich had liggen. Een buitenmodel bril met een rood montuur balanceerde op het puntje van haar neus. Ze nam hem af toen de Kok en Fledder na een plichtmatig klopje op de deur de ruimte betraden. Het valt niet mee om hier te zitten, verzuchtte ze nadat ze de rechercheurs een stoel en koffie had aangeboden, die ze beiden beleefd hadden geweigerd. Waarom doet u het dan? wilde Fledder weten. Het werk heeft een paar dagen stilgelegen en dan stapelen de mail zich op. Het leven in een hotel gaat dag en nacht door. Er komen nu al veel boekingen binnen voor de meivakantie en de zomer. Was dit het werk van Hein? Dat ik de afgelopen jaren heb gedaan, ja. Ze glimlachte mismoedig. De administratie was niet het grootste talent van Hein. Vroeger deed Rinkje dat. En na haar dood... Er viel een ongemakkelijke stilte. Anki pulkte met haar nagel aan het puntje van de ordner. Wat gaat er met het hotel gebeuren nu ook Hein dood is? Vroeg de kok. Ze keek naar hem op. In haar heldere blauwe ogen lag verwondering te lezen. Het is allemaal zo onwerkelijk. Het is waar. Ik zat hier vaak en deed het werk, maar ik deed het graag. En Hein was er blij mee. En hij was er ook altijd als ik hem nodig had. En nu is het alsof ik in een ander leven ben wakker geworden. Ze klapte de oren dicht. Wat gaat er met het hotel gebeuren? Ja, dat ligt natuurlijk aan de kinderen. Het is hun erfenis. Zij moeten hierover beslissen. Hein wil het hotel verkopen. De vrouw zweeg en keek naar haar nagels. Mevrouw Wijvels? Ja, ik weet het. Hein wilde wat anders. Hij was uitgekeken hier. Zij het zo vaak tegen mij: laten we de boel verkopen, Ank. Dan gaan we naar Spanje. Dan kopen we daar een huis aan, aan, aan de zee. Nooit meer die misère van de toeristen en dat gedoe. Lekker elke dag 20 graden. Dus u was niet verbaasd dat hij het hotel wilde opdoeken. Nee, waarom zou ik? Wij hoorden van de buurman dat hij en zijn dochter, Maike, er ruzie over hadden. Maike? Maike is een lastige meid. Lief, maar lastig. Heeft altijd geld nodig. En de helft van het hotel is natuurlijk de erfenis van de kinderen na de dood van hun moeder. Was zij bang dat haar vader het geld zou opmaken nadat hij het hotel had verkocht? Vroeg de kok. En er lekker van ging leven? vulde Vladder aan. Ankie liet de vragen onbeantwoord. Dat probleem is dan nu voorbij, concludeerde Fledder. Maar ook die opmerking negeerde ze. We mogen hem begraven zodra de politie klaar is met het lichaam. Ja, in dit soort situaties is het normaal dat de patholoog onderzoek doet op het lichaam. Zodra hij daarmee klaar is, wordt u geïnformeerd, legde de kok uit. We zullen hem moeten begraven. De kinderen moeten bepalen wat ze willen. We zien elkaar morgenochtend om 11 uur op Lindergracht, Dus zoek ik alvast uit hoe het met de verzekeringen zit. Ze klopt op de ordner. Want daar hebben zij natuurlijk geen verstand van. Ze keek weer op naar de kok. Daarna zullen we het wel eens hebben over het hotel en wat zij mee willen. Hij knikte en zette zijn hoedje erop. Eén vraag nog, mevrouw Wijvels. Wie is Anne? Ze keek hem aan alsof hij haar een oneerbaar voorstel had gedaan. Anne? Toen schudde ze geïrriteerd haar hoofd. Geen idee. Ze sloeg de orde weer open. Ik heb hier nu echt geen tijd voor. Ik zou dat hotel verpatsen als ik hen was. Het pand is eigendom en de huizenprijzen gaan sky high. Je hoeft nooit meer te werken. Keizer en Fleder zaten aan de kop van de bar in Café Lovigje. Ze hadden bij wijze van lunch tosties besteld. Draait deze hele zaak om de erfenis? Fleder vroeg het aan niemand in het bijzonder. Maar hij keek naar de kok, die op zijn beurt afwezig in zijn koffiekopje keek. Hij boog voorover en wreef over zijn pijnlijke kuit. Ik weet het niet. Ik heb het gevoel dat ik iets mis. Ja, een tosti, zei Louis, terwijl hij twee tosties op de bar zette. Moet jij niks eten? Ik hou niet zo van tosties. Dan nemen we een stuk appeltaart. De kok glimlachte hooghartig. Hij was de appeltaart van zijn vrouw gewend. <laughs> van de groothandel zeker. Helemaal niet, reageerde Louis verontwaardigd. Deze taart is hoogst persoonlijk gebakken door mijn neefje Kees. Je neefje Kees, corrigeerde Keizer hem. De kroegbaas grinnikte. Ja, dat dacht ik ook, achttien jaar geleden. Maar Kees was de echte meisje En wat voor een. Als een goochelaar trok hij de plastic deksel van de gebakschaal en toonde een hoge, royaal gevulde appeltaart. Zeg daar maar eens nee tegen, de kok. Maar de grijze speurder was met zijn gedachten bij iets heel anders dan appeltaart. De kok. Ja, Louis. Een brede glimlach plooide plotseling zijn lippen. Doe mij maar zo'n punt. Hoofdstuk 15. Rechercheur de kok verkeerde naar de lunch in een opperbeste stemming, al had hij een beetje spijt van de appeltaart. Niet vanwege de smaak, want die was voortreffelijk. Maar vanwege de forse afmeting van de punt die Louisje voor hem had afgesneden. Fledder en Keizer hadden zich verbaasd over de plotselinge omslag in het humeur van hun collega. Zou hij weer een van zijn briljant inval hebben gekregen? vroeg Keizer aan Fledder toen ze terugliepen naar het bureau. Ja, eh, ik kan niet in zijn hoofd kijken. We kunnen het hem vragen. Dat leek Fledder geen goed idee. Een broedende kip moet je niet storen, zei mijn moeder altijd. Keizer keek Fledder verbaasd aan. Gast, serieus? Om daarna in lachen uit te barsten, maar hij besloot er toch maar bij te laten zitten. De kok was ook niet van plan om zijn jongere collega's op de hoogte te brengen van wat er in zijn hoofd speelde. Daarvoor moest hij nog te veel uitzoeken. Hij bracht de rest van de middag door achter zijn bureau en was pas tevreden toen hij al de puzzelstukjes uit zijn hoofd op een vel papier tot een aannemelijk verhaal had weten te smeden. Toen leunde hij achterover in zijn stoel. En haalde diep adem. Ik denk dat ik zo ongeveer wel weet hoe het zit. Vledder en Keizer keken hem aan, terwijl hij opstond en naar de kapstok liep. Ja, zei hij nog eens, overtuigd van zijn eigen gelijk. Tja, hoe dan? Hij trok zijn regenjas aan en zette zijn hoedje op. Hij keek zijn collega's even aan zonder ze te zien. De diepe rimpel in zijn voorhoofd gaf aan dat hij zich nog in zijn eigen wereld bevond. En nu nog het bewijs. Hij draaide zich om naar de deur. Nu nog het bewijs. Met deze woorden verliet hij de recherchekamer en liet hij zijn collega's gefrustreerd achter. De volgende ochtend was de kok al vroeg langsgegaan bij het ziekenhuis om tot zijn tevredenheid te kunnen constateren. Dat het snel beter ging met de gezondheid van Lottie. Ze was al uit bed geweest en de dokter had gezegd dat ze voor het weekend weer naar huis mocht. Ze voelde zich ook bijna weer de oude, al waren haar herinneringen aan wat er was gebeurd vlak voor ze werd neergestoken nog niet teruggekeerd. Maar volgens de dokter is dat een kwestie van tijd. De kok had opgelucht gereageerd en daarna ernstig met haar gesproken. Zij had geluisterd en geknikt. En toen was hij weer opgestapt. Onderweg had hij Fledder en Keizer gebeld. En even later zaten ze bij elkaar in de recherchekamer. In tegenstelling tot de landerige sfeer die er meestal heerste, hing er nu een verwachtingsvolle spanning. De kok had de vorige avond lang nagedacht over de noodzakelijke onderbouwing van zijn vermoedens. En was uiteindelijk op een idee gekomen. Het was een riskant plan. En hij had in eerste instantie geaarzeld om het met de anderen te delen, maar uiteindelijk wist hij ook wel dat hij het zonder de anderen niet ten uitvoer kon brengen. Dus legde hij Fledder en Keizer de door hem gelegde puzzel voor en bracht ze op de hoogte van zijn plan en ieders rol daarin. Fredder reageerde twijfelend: Het lijkt me een gok, de kok. Ik zie geen andere mogelijkheid. Dan gaan we daarvoor, besloot Keizer, en Fledder legde zich daar. Met enige tegenzin, neer. De kok liet zich om half twaalf afzetten bij het huis van Kooiman op de Lindegracht. Voor de deur zag hij een scooter staan waarvan hij aannam dat hij van Arjen was. De scooter waar hij Ilse mee ophaalde als ze nodig was in het hotel. Hij belde aan en de deur werd opengedaan door Maaike, die hem verbaasd aankeek. Wat komt u doen? Misschien mag ik even binnenkomen? Hij nam reeds een voorschot op haar antwoord door zijn hoedje af te zetten en een stap over de drempel te zetten. Maaike aarzelde, maar gaf hem toen vrij toegang. Uh, natuurlijk. In de woonkamer trof hij Arjen en Anki, die eveneens verwonderd reageerden op zijn binnenkomst. Op tafel lag de ordner die hij eerder in het kantoortje van Coiman had gezien, en een aantal folders van begrafenisondernemers. Ik dacht, ik breng jullie er maar even van op de hoogte dat het OM. Het lichaam van Hein officieel heeft vrijgegeven. Jullie kunnen hem vanmiddag ophalen. Dat is heel vriendelijk van u, antwoordde Anki. Ik had vanmorgen vroeg zelf al gebeld. Ze zaten aan de koffie, maar boden hem geen kopje aan. Het was duidelijk dat ze niet op zijn bezoek zaten te wachten. De kok begreep dat wel. Ik wil dat u weet dat met het begraven van Hein de moordzaak niet uit onze gedachten is. Maaike liet een laatdunkend lachje horen. Zijn jullie al iets opgeschoten dan? Daar kan ik lopende het onderzoek helaas geen mededeling over doen, maar doen ons best. Goed zo, was dat het? Ja, of nou ja, ik kan u wel enige vorderingen meedelen over de aanslag op onze collega Lottie, de aspirant-agent die voor het hotel werd neergestoken. Dat was toch een junk? Maaike was aan tafel gaan zitten en had hem haar rug toegekeerd, ten teken dat ze niet in het minst was geïnteresseerd in het lot van de collega van de kok. Zij is nu zo ver opgeknapt dat we haar vanmiddag kunnen verhoren over wat er nu precies is gebeurd. Wat of wie ze heeft gezien vlak voor het moment dat ze werd neergestoken. Hij liet een betekenisvolle stilte vallen. Wij denken daarmee de zaak van Ilse Wansink tot een goed einde te kunnen brengen. Maike stond weer op en richtte zich rechtstreeks tot de grijze rechercheur. Meneer, we hebben hier wel iets anders te doen dan te luisteren naar uw verhaaltjes over uw collega. Maike, "Zuster Ankie. Nee, laat hij de moord van papa oplossen en uit ons leven verdwijnen. Haar ogen stonden woedend. Wij moeten papa begraven en dat kunnen wij heel goed zonder hem. Ze priemde haar vinger in de richting van de kok. En waarom zeg jij nou eens dus wat? snauwde ze tegen haar broer. Maar die zei niets terwijl zij woedend de kamer uitstampt. Toen de kok weer terugkeerde in het OLVG, waren Keizer en Fredder ook aanwezig. Ze spraken kort met elkaar en daarna ging de kok naar de kamer van Lottie, die net van een verpleegkundige twee boterhammen met beleg had gekregen. Bent u hier nu alweer? sprak ze vermanend. Wij houden onze collega graag in de gaten. De vrouw lachte uitdagend. We zullen haar heus niet vermoorden hoor. Ik weet zeker dat jullie haar heel goed verzorgen. Ze liet zich dat complimentje graag welgevallen. We doen ons best, zei ze bescheiden. Maar dat doen we voor iedereen, voegde ze er bestraffend aan toe. Daar ben ik van overtuigd. Jullie zijn geweldig voor me, viel Lottie hem bij terwijl ze met smaak haar boterham verorberde. Het gaat alweer beter met haar, vertrouwde de verpleegkundige de kok toe. Maar het ijs is nog dun. U moet haar niet te veel vermoeien. Hij hield wijselijk zijn mond en knikte vriendelijk, waarna ze haar ronde voortzette en hij zijn aandacht volledig op Lottie kon richten. Ze heeft gelijk. Ik vraag misschien te veel van je. Helemaal niet. En het kan heel goed zijn dat dit op niets uitloopt. Dan hebben we het in ieder geval geprobeerd. En weet je wat het is, chef? Ze keek hem wereldwijs aan. Elke psychiater zal bevestigen dat het herbeleven van een crisismoment heel goed is voor mijn herstel. De kok ging het. Je bent inderdaad weer bijna de oude. Hij schikte het kamerscherm in een hoek van de kamer en zette er een stoel achter neer. Lottie schoof onder de lakens en sloot haar ogen. Het enige wat we kunnen doen, is wachten. Het wachten duurde lang, wel een uur of twee. De kok had moeite zijn ogen open te houden en vermoedde dat Lottie al in slaap was gevallen. Maar toen hoorde hij de deur opengaan. Voorzichtig. Hij gluurde om het scherm heen en zag een figuur in een witte jas binnenkomen. Geen verpleegkundige. Geen arts. Hij zag hoe de witte jas de situatie opnam. De instrumenten rond het bed, waarin lampjes knipperden en kleurige lijntjes liepen. De plastic zak met doorzichtige vloeistof die aan een standaard hing. Het bed zelf, met daarin Lottie. De witte jas boog zich over het bed en kwam weer terug keek naar de deur die nog steeds gesloten was en nam toen het extra kussen dat op de stoel naast het bed lag. Het kussen zeefde boven het hoofd van Lottie toen de kok het scherm opzij schoof. Dat lijkt mij geen goed idee. Anne. De rug onder de witte jas verstijfde. Een hoofd keek eerst angstig en toen woedend achterom. Of heb je liever dat ik Arjen zeg? Op dat moment schoten de ogen van Lottie open. Anne! De jongen uitte een onduidelijke kreet en wilde zich op Lottie storten, maar de kok was hem voor en greep hem bij zijn nekvel. Op dat moment stormde Keizer en Fletter de kamer binnen en werd Arjen Kooiman zonder al te veel moeite overmeesterd. Hij lag op zijn buik op de grond en huilde, terwijl Fletter hem de handboeien omdeed. Wat heb ik nou gezegd? In de deuropening stond de verpleegkundige die boos de kamer inkeek. U moet haar niet te veel vermoeien. Arjen Koyman zat als een treurig hoopje ellende aan de kale tafel in verhoorkamer 1. Hij had bij zijn arrestatie geen weerstand geboden en alleen maar sorry, sorry gemompeld tegen zijn zuster en Ankie, die verbijsterd naar het bureau waren gekomen. De kok en Fledder bekeken de jongen van achter het glazen spiegelraam in de belendende ruimte. Flinke kerel, schamperde Fladder. De kok was wat genuanceerder in zijn mening. Een beschadigd kind. Daar heeft hij niet zelf voor gekozen. Ja, maar dan nog, zeg. Je steekt niet zonder reden een agent overhoop. Was het zonder reden? Hij keek verder vragend aan, maar die had geen antwoord. We gaan het hem vragen, maar duw niet te hard, Dick, want dan raken we hem kwijt. Arjen keek niet op toen de kok en Fretter de kamer binnenkwamen. Hij wiegde zachtjes met zijn bovenlichaam heen en weer en probeerde zichzelf klein te maken. Net te doen alsof hij niet aanwezig was. Misschien vergaden ze hem dan. De kok nam tegenover hem plaats. Heb jij ons iets te vertellen, Arjen? Hij antwoordde niet. Ik denk namelijk van wel. De jongen draaide zijn lichaam van de tafel af, alsof hij niet aan het gesprek wenste deel te nemen. Fletter kon zich niet inhouden en boos zich naar voren. Kom op, knul! Je kunt ons toch wel vertellen waarom jij onze collega bijna hebt vermoord? De jongen keek met grote schrikogen op. De kok gaf zijn adjudant een teken dat hij zich rustig moest houden en nam het gesprek weer over. Wij willen je geen kwaad doen, Arjen. Wij willen je helpen. Praten helpt. De jongen dook weer in elkaar en sloeg zijn armen beschermend om zich heen. Wij willen kunnen begrijpen waarom je hebt gedaan wat je hebt gedaan. Snap je dat? Hij wiegde heen en weer. Want je hebt Lottie, onze collega, neergestoken. Met een mes. En dat mes heb je daarna in de gracht gegooid. Zo was het toch? De jongen had zijn ogen gesloten. Maar wat wij ons afvragen is waarom je haar hebt gestoken. Wil je ons dat vertellen? Geen reactie. Dan zal ik het jou vertellen, Arjen. Omdat jij haar hebt gezien en zij jou had gezien. Toen je voor het raam stond, op de tweede verdieping. En je was bang dat zij het wist: dat ze door had wat je had gedaan. En dat mocht zij vooral niet verder vertellen. Hij boog zich langzaam wat naar voren en kwam zo dichter bij de jongen die als versteend op zijn stoel zat. Anders zou iedereen weten dat jij Ilse uit het raam hebt geduwd. Hoofdstuk 16. Arjen Kooyman had zijn handen gevouwen op tafel gelegd en hij keek met gebogen hoofd naar het bekraste tafelblad, alsof hij om vergiffenis smeekte. Maar van vergiffenis kon vooralsnog geen sprake zijn, want rechercheur de Kok, streng maar rechtvaardig, wilde eerst een antwoord op zijn vragen. Ik was Ilse tegengekomen toen ik. Blijkbaar wilden de juiste woorden niet komen en hij schudde in verwarring zachtjes met zijn hoofd, toen zij aan het werk was. Kwam de kok hem te hulp. Het schudden ging over in knikken. Ik, ik, ik was een paar keer bij haar geweest. eerste keer per ongeluk en, en, en toen kwam ik terug en nog eens. Vond hij dat makkelijker? Hij tilde zijn hoofd iets op. Wat? Met Ilse. Was dat gemakkelijker dan met een gewoon vriendinnetje? Ik heb geen vrienden, antwoordde hij nukkig. Met Ilse was het anders. Dat was. Hij kon weer niet onder woorden brengen wat het precies was, maar de kok begreep het wel. Het was een afspraak. Zij gaf hem aandacht en hij betaalde ervoor. Zo raakte niemand teleurgesteld. Maar Ilse vond het werk niet leuk meer, hield de kok het gesprek op gang. Nee, ze wilde stoppen, maar dat kon niet. Waarom niet? Ze moest geld verdienen, omdat ze. omdat ze op reis moest, zei ze. En wat vond jij daarvan? Hij schokte met zijn schouders en mompelde iets als "zelf weten". Ik vond het erg dat ze met haar werk achter het raam ophield. Ik zei: "Wij hebben wel werk voor je in het hotel." Vond ze wel oké. Okay. Maar daarmee verdienen ze niet genoeg, toch? Arjen? De jongen zweeg. Ze nam wel eens mannen mee naar boven, naar het kamertje op de tweede verdieping. Je vader stond dat oogluik om toe. Vond hij dat een probleem? De lippen van de jongen bewogen, maar er kwam geen geluid uit zijn mond. Want je vader verlangde daar wel iets voor terug. Hij wilde van haar wat jij ook van haar wilde. Wat vond je daarvan, Arjen? De jongen keek op. In zijn ogen lag verwondering te lezen, alsof hij zich afvroeg waar hij in terecht gekomen was. Arjen? Zijn gezicht vertrok en er rolden tranen over zijn wangen. Wat is er gebeurd in dat kamertje, Arjen? Ilse zat in de vensterbank en rookte een sigaret. Jij kwam binnen. En wat toen? Ze. Ze wilde niet meer. Niet meer met mij. Omdat mijn vader. Hij balde zijn handen tot vuisten en sloeg er kort mee op tafel. Gadverdamme! Ze koos voor je vader. Ja. En jij kon dat niet verdragen. Nee. En je hebt haar een duw gegeven. Maar ik wilde het niet. Ik wilde haar niet. Ze viel. Ze viel. De kok schoof het glas water dat op het tafeltje stond naar hem toe. Hij nam het glas op en dronk het leeg. Maar wat ik niet begrijp, Arjen, zei Fledder zacht is waarom je Lottie even later ook de grazen nam. De jongen slaakte een diepe zucht. De bekentenis leek hem toch ook te hebben opgelucht. Ik kende Lottie van vroeger toen... Ze woonde in de buurt. We zaten op dezelfde school. Voor jij je naam veranderde, toen jij nog Anne heette. Hij knikte. Ze keek omhoog. Ze zag mij staan en... Ik werd bang. Ik dacht. Ik dacht. Zij weet het. Zij weet wat ik heb gedaan. Zij heeft mij gezien. Ze vertelt het aan mijn vader en. En ik weet verder niet. Ik weet niet goed. Je raakte in paniek. Hij zou mij vermoorden. Hij knikte heftig met zijn hoofd om zijn woorden kracht bij te zetten. Maar ik weet. Ik weet het niet meer. Ik weet niet hoe het is gegaan. Er waren mensen die schreeuwden en ik. Ik wilde weg. Je hebt haar neergestoken om haar de mond te snoeren. Concludeerde Fredder. En het was je bijna gelukt, maar toen ik vanmorgen vertelde dat ik haar ging verhoren over wat er precies was gebeurd. toen raakte je weer in paniek. Ze mocht niet vertellen dat ze je had gezien, viel Verder hem bij. Dan zou uitkomen dat je eerst Ilse en daarna je vader hebt vermoord. Er hing een verstikkende stilte in de benauwde kamer. En toen begon de jongen te gillen. Heel hard te gillen. De jongen was niet stil te krijgen geweest. Het gillen was overgegaan in een aanval van hysterie. En er was een dokter aan te pas gekomen die hem met een kalmerend middel uit zijn stuip kon halen. Daarna was hij weggelegen in een roes en hadden ze hem op zijn brits in een cel gelegd. Fledder glom van tevredenheid. Zo, één aanslag en twee woorden opgelost. Tijd voor koffie. Dat denk ik niet, zei de koop bedachtzaam. Uh, wat? Geen koffie? Geen twee moorden opgelost? Nog niet. Denk jij niet dat Arjen Ilse en zijn vader het omgebracht? Van Ilse weten we het zeker, maar Hein Kooiman is door iemand anders omgebracht. Fladder was even sprakeloos. En jij weet door wie? Bracht hij uiteindelijk uit. Dat denk ik wel, ja, sprak de koopmonter. Tijd voor koffie. Toen ze de gang waaraan de politiecellen lagen uitkwamen, zagen ze op het bankje naast de voordeur van het politiebureau Maaike en Ankie Wijvel zitten. Aan de voeten van Maike stond een rugzakje. Toen ze de rechercheur zagen, stonden de vrouwen op. Hoe is het met hem? Vroeg Ankie bezorgd. De dokter heeft hem een kalmerend middel gegeven. Hij ligt nu te rusten. Ik kon hem helemaal hier horen. Maaike rilde bij de herinnering. Ze bukte zich en nam de rugzak van de grond. Ik heb haar kleren voor hem meegebracht. Dat is goed van je. Ik ben bang dat hij hier nog wel even zal zijn. En wat gaat er nu gebeuren? Als hij er klaar voor is, dan zullen wij hier zijn volledige verklaring opnemen en dan wordt hij voorgeleid. Het is verstandig om een advocaat te zoeken. Natuurlijk. Anki plukte nerveus aan de hals van haar truitje. Moet hij zijn berichting in de gevangenis afwachten? Dat bepaalt de rechter. Die kijkt of er gevaar is voor herhaling of vluchtgevaar, legde Fledder uit. En het hangt natuurlijk ook af. Van de zwaarte van het delict, of eigenlijk de twee delicten. Twee delicten? Maak ik ik verschrikt op. De moord op Ilse en de aanslag op onze collega. En. Hein dan? vroeg Ankie Weifelend. Die moord is niet door Anjen gepleegd. Hij was doodsbang voor zijn vader. Niet zo gek als je zijn verleden kent. Hij pleegde een aanslag op onze collega juist om te voorkomen dat zijn vader erachter zou komen wat hij met Ilse had gedaan. Arjen was in paniek, maar hij is geen massamoordenaar. De toon van de kok was tijdens zijn verklaring verhard. Hij keek de vrouwen één voor één aan. Nee, de dader van de moord op zijn vader had heel andere motieven om een einde aan diens leven te maken, nietwaar? Hij keek Ankie weer aan. Mevrouw Wijvels, ik arresteer u op verdenking van de moord op Hein Kooiman. Als Lottie niet was neergestoken, was de dood van Ilse afgedaan als een ongeluk. Vrouw valt uit raam en komt te overlijden. Maar het was Lottie die mij iets wilde zeggen voor ze wegraakte iets belangrijks. Anne, zei ze, wel twee keer. En ik heb mij dagenlang het hoofd gebroken over wat ze daarmee bedoelde. De kok en zijn vrouw zaten met keizer en Vledder rond de tafel in de gezellige eetkamer, waar door het open raam het drukke gekwetter van de vogels in de bomen langs de gracht hoorbaar was. Mevrouw de kok had de enorme bos bloemen die Vledder had meegenomen in de vaas gezet en de mannen voorzien van een drankje en een hapje. Het kwam eigenlijk door Louis en zijn nichtje Kees dat ik op de gedachte kwam: De eerste vrouw van Hein Kooiman was een trotse vriendin. Haar dochter noemde ze Maike en haar zoontje Anne. Een doodnormale jongensnaam in Friesland. Ik heb daar gewoon niet bij stilgestaan, maar het stond voor iedereen te lezen op de uitdraai van de burgerlijke stand. En toen ik dat wist, vermoedde ik ook wat er zich had afgespeeld. En dat de dood van Ilse geen ongeluk was geweest. Hij nam een slokje van zijn wijn. Dus eigenlijk is Lottie van doorslaggevend belang geweest terwijl ze in coma lag, stelde Fledder niet zonder trots. Haha, dat kun je wel zeggen, baande de kok. Zij kende Arjen, of Anne, nog van vroeger. Ze woonde in de buurt op de Noordermarkt. Anne was een bang kind. En hij werd kortgehouden door zijn vader. En als zijn ouders het druk hadden in het hotel, dan werd hij met zijn tuigje vastgemaakt aan de box waarin hij zat. Soms wel uren achter elkaar. Op school werd hij gepest, ook met zijn naam. Hier is Anne een meisjesnaam. Best logisch dat hij zijn naam heeft veranderd, zei keizer. In Arjen, ja. Maar het hielp niet veel. Kinderen kunnen vreed zijn en ze ruiken, bij wijze van spreken, hun slachtoffer. En als Arjen huilend thuis kwam, dan kon hij van zijn vader ook nog eens op zijn falie krijgen. Mevrouw de Koch voelde medelijden. Maar dat is toch verschrikkelijk onveilig voor zo'n kind? Ja, heel treurig. Hij trok zich terug, bleef op zichzelf en kon moeilijk contact maken met anderen. Dat was ook de reden waarom hij liever zijn huil zocht op de wallen waar hij Ilse tegenkwam. Een vrouw die wel om hem gaf, die lieve dingen tegen hem zei... en die niets anders van hem verlangde dan wat geld. Hij ging geloven dat zij zijn vriendinnetje was. Ja, maar dat was helaas geen sprookje waar Ilse in geloofde. Ilse was gehard in de wereld waarin zij haar brood moest zien te verdienen. En ze had een droom. Ze wilde die wereld zo snel mogelijk verlaten. Daar had ze geld voor nodig. En in dat opzicht had hij haar meer te bieden dan Arjen. Zij zag het als een zakelijke overeenkomst. En hij zag het als liefde. Mevrouw de Kok zuchtte en stond op. Ach, ik moet even iets aan het eten gaan doen, ze verdween de keuken in. Als je dit weet, zou je toch denken dat hij zijn vader ook de grazen heeft genomen? Die had zijn vriendinnetje afgepakt. De Kok schudde zijn hoofd. Haar dood was een impulsieve daad geweest. Daar was hij al behoorlijk van in paniek. Bovendien waren het ongeluk van Ilse en de moord op Hein in feite twee verschillende zaken. Hij nam de fles op en schonk zijn collega's nog eens bij. Na de dood van zijn vrouw, de moeder van Maaike en Arjen of Anne, nam haar vriendin Ankie al snel haar plaats in. Hein was in de kracht van zijn leven en een flamboyante man. En dat hij wel eens over de schreef ging, ach, welke man ging dat niet. Jij niet, hoop ik. Mevrouw de Kok was weer terug uit de keuken en nam haar plaats aan tafel in. Fledder schoot in de lach. En, net als zijn overleden vrouw, nam Anki gaandeweg alle taken bij het hotel van hem over. Zij runde de boel. En Heintje kon buiten spelen. Hij had het de laatste tijd vaak over het verkopen van het hotel. En dat hij dan met Anki naar Spanje wilde verhuizen vanwege het mooie weer. Tenminste, dat dacht Anki, vulde Fledder aan. Ja, want wat zij niet wist was dat Hein een Thaise was tegengekomen waar hij helemaal hout op de botel van was: Tassani. En Hein was van plan zo snel mogelijk van het hotel af te komen en naar Thailand te verhuizen. Hij had er zelfs al een huis gekocht, maar dat vertelde hij natuurlijk aan niemand. Hoe kwam Anki daar dan toch achter? Hein had een fotootje van Tassani opgehangen in zijn kantoor. Op zich niet zo vreemd, want er hingen wat meer pikante plaatjes van vrouwen. Maar deze zat in een mooi zilveren lijstje. Anki kreeg het vermoeden dat hij met iets bezig was, maar Hein liet niets los. Uiteindelijk heeft ze vorige week, toen ze even de gelegenheid kreeg, in zijn computer gekeken en de berichtjes van de Thaise verloofde en de KLM snel naar zichzelf doorgestuurd. Daarin las ze wat Hein van plan was: dat hij als een dief in de nacht wilde wegsluipen om in Thailand een nieuw leven te beginnen. Met het geld voor zijn kinderen. Voor een groot deel wel. Hij had het notaris gebeld om zijn testament te veranderen. Als hij in Thailand zou gaan trouwen, is het wel duidelijk wie er in dat testament zou worden opgenomen. Keizer lachte. Tasani en haar hele familie. Maar voor Anki was het geld niet het ergste. Ze voelde zich bedrogen. Jarenlang had zij zich voor hem uitgesloofd. Ze had hem getroost, voor hem en de kinderen gezorgd en het hotel draaiende gehouden. En nu werd ze in één keer, zonder enige excuus, bij het oud vuil gezet. Zij ging verhalen halen. Hein ontkende, maar toen ze hem confronteerde met de mailberichten, was er geen ontkennen meer aan. Er ontstond een ruzie. Er werd gevochten. En uiteindelijk lag Hein bloedend op de grond. Ankie zegt dat hij eraan viel en dat zij zich moest verdedigen en uit nood naar het mes greep dat in het souvenirkastje lag. Zij stak hem. Hij viel en kwam met zijn hoofd hard op de rand van het bureau terecht, wat uiteindelijk de oorzaak was van zijn dood. Noodweer? Frederik keek bedenkelijk. Gaat de rechter daarmee? Ik denk dat dat aan de advocaat ligt, antwoordde de kok. Het zou in haar geval een voordeel kunnen zijn een hele goede uit te kiezen. Er is iets wat ik niet begrijp, mompelde de Keizer. Hoe kon je er nou zo zeker van zijn dat Anki de dader was? Ik zou zeggen dat de zoon of de dochter meer voor de hand had gelegen. Dat kwam door iets wat me eigenlijk al direct was opgevallen. Toen wij na de dood van Heintje zijn kantoor doorzochten, hing de foto van Tassani niet meer aan de muur. En de collega's van de forensische dienst hadden die blijkbaar ook niet in de puinhoop aangetroffen. Wie had er nou belang bij om zo'n foto mee te nemen? Na haar arrestatie kregen wij toestemming om haar huis te doorzoeken. En in de afvalbak vonden wij de foto. Maar ook het mes. Mevrouw de Kok kon een kreet van verontwaardiging niet onderdrukken. Nou ja, en we waren net op tijd, ging haar man verder. Morgen worden de bakken geleegd. Weet je wat ik vreemd vind? Mevrouw de Kok zat peinzend boven haar boek, terwijl haar man al was weggesukkeld in zijn stoel. Hij richtte zich op en schraapte zijn keel. Uh, nou, dat zij het mes en die foto gewoon bij zichzelf in de afvalbak heeft gegooid. Haar man knikte en dronk het laatste restje lauwe koffie uit zijn kopje. Ankie Wijvels was geen moordenaar. Ze heeft haar vriend omgebracht. Zeker. Maar ik ben bang dat heel veel mensen tot moord in staat zijn als de situatie erna is. Dat maakt ze nog niet tot de misdadiger... Die weet wat hij moet doen om uit handen van de politie te blijven. Het leven is gespannen boek. Ankie moorde uit een impuls en had geen idee van de consequenties. Ze was het hotel uitgevlucht en zat met het mes in haar maag. En ze deed wat wij allemaal doen met spullen waar we vanaf moeten. Ze gooide ze in de afvalbak. Mevrouw de Kok bleef bij haar punt. Ik vind het stom. Ja. Maar weet je wat het is, lieverd? Hij stond op en drukte een kus op haar hoofd. Moord is ook maar mensenwerk. U heeft geluisterd naar De Kok en De Schaduw van de Dood, geschreven en voorgelezen door Peter Reumer.